Welkom. Ja, het is weer maandagochtend of een andere dag, dat kan ook. In elk geval, er staat een nieuwe aflevering voor je klaar met Danny Vera. Nou, waar zou je Danny Vera van kunnen kennen? Als jij een voetbalfanaat bent, als jij Veronica Inside en alle voorgangers daarvan kijkt... ja, dan ken je Danny al een jaar of tien. Uh, als je radio luistert, dan ken je hem zeker sinds een jaar, sinds zijn hit Rollercoaster. En als muziekfanaat, nou, dan zou je Danny al lang moeten kennen. En ken je hem waarschijnlijk ook al. En heb je wellicht, ben je wellicht... Een van die gelukkigen die een ticket heeft voor zijn Pressure Makes Diamonds theatertour, die dus gewoon helemaal is uitverkocht. Uh, toen we het interview opnamen, ging net de kaartverkoop voor zijn show in de Avas Live online. En aan het einde van het interview was die show uitverkocht. Bizar. Um, ja, en in dit interview is Danny super eerlijk. Hij is nu 42 lentes jong en het heeft een kleine 20 jaar geduurd voordat hij doorbrak. Voordat hij echt. Um, ja eigenlijk van zijn hobby zijn beroep heeft kunnen maken en, en hoe die toch daar naartoe eruit heeft gezien hoe uiteindelijk geluk ook wel een rolletje speelt maar hoe hij heel eerlijk zegt ja geluk dat kan je ook echt wel afdwingen op een bepaalde manier ja dat ga je ontdekken in dit mooie gesprek hij doet ook een aantal interessante uitspraken waarvan ik denk volgens mij is het uniek en volgens mij is hij dit nog niet eerder gezegd dus uh, speciaal voor jou hij staat voor je klaar ga ervan genieten hier is Danny Vera. 100 ik zit hier uh, backstage bij Veronica Inside. Ja. Waar jij al tien jaar op rij de begeleidingsband bent. Ja, ja. lang als dat, je dat, zo dat zegt. Is ja. <laughs> ja, Je hebt er nog steeds zin in. Ja, ja, ja. ja Gematigd ja, ja. dat Nee, met. nee. Nou, ja. Het is gewoon soms wel, wel veel. Wel veel. Ja. Uh, maar het is nog steeds leuk om hier te zijn. Daarvoor uh, uh, ben ik er nog steeds. Ja. We hebben juist één dagje erop vrijdag. Uh, deden we ook altijd. Die hebben we eruit gegooid omdat het. Uh, uh, gewoon uh, fysiek niet uh, vol te houden was. Ja. En dat heeft er ook mee te maken dat ik in, uh, in Middelburg woon. En dan kan je ook zeggen van dat is een keuze en uh, je kan ook ergens anders gaan wonen. Maar ik woon daar gewoon heel fijn. En ja. iedereen hier zo wilde, wij, wilde gewoon graag dat ik het bleef doen. En ik wilde het zelf ook doen. Dus we hebben naar een oplossing gezocht hoe dat kon. En dat is de maandag. Ja. Dus. Top. En dan gaan we het zo uitgebreid over hebben ook wat je net bij, tijdens de voorbespreking zei. Hoeveel shows je een tijdje geleden deed en dat ja. je ook op jezelf moest uh, letten. Uh, maar ik ga je een vraag stellen. Dat is eigenlijk de enige vraag die ik me voorbereid. Ja, dus je gaf net aan, Thijs. Ik ben me vergeten in te lezen in jou. Nou, ik ben ook een hele luie voorbereider. Ik bereid één vraag voor. Dat is het beste. En uh, daar moet het dan een uur mee doen. En de, de, dat is de volgende vraag. En dat is: Danny, wat wil je worden als je later groot bent? Nou, gelukkig hè. Dat is het enige wat het, uh, wat, wat het moest zijn. Toen ik uh, jong was of zo, uh, wilde ik muzikant worden. Dat wil ik nog steeds. Ja. Ik hoop nog steeds een hele goede muzikant te worden. En maar dat, dat, dat is dat is zeg maar ja weet je, het is moeilijk als je muzikant bent natuurlijk dan, dan loopt en zeker in, in dit geval van uh, als je dus zeg maar wat bekender wordt dan loopt zakelijk en uh, hobby ja. loopt uh, door elkaar heen. Dus dat, dat, dat is het, uh, want het is natuurlijk ook gewoon werk. Uh, en bij mij is mijn werk mijn hobby. Dus het is soms heel moeilijk te, te kijken wat nou die scheidslijn is tussen ben ik nou een hobby bezig of ben ik nou uh, beroepsmatig ja. bezig. Uh, en dat is voor mij nooit zo heel erg, maar dat is ook voor mijn vrouw of voor mijn omgeving. Is, ja, je bent bijna eigenlijk altijd aan het werk. Ja, wat ik ook wel eens mensen heb horen zeggen is van oké, okay, we willen allemaal van ons hobby ons beroep maken. Ja. Maar als je van je hobby je beroep hebt gemaakt, heb je ineens geen hobby meer. Hoe, nee. hoe ervaar jij dat? Nou, dat is wel lastig soms. Maar ja, aan de andere kant uh, ja, mag ik elke dag mijn hobby doen. Ja. En weet je wel, ik spaar ook gitaren en daar word ik ook wel gelukkig van. <laughs> ja maar ik kan me voorstellen dat je vroeger toen je nog niet uh, van uh, muziek maken je beroep had gemaakt dat je in je vrije tijd ging pingelen Dacht, ah, ja, dat ah lekker een gitaar oké okay, dus dat ja oké okay. dus de hele week heb je gespeeld en dan ben je van zondagmiddag thuis en dan pak je de gitaar gitaar om ook. ja 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 maar dat heeft ook mee te maken ik wat ik het allerleukst aan dit vak vind is het schrijven van liedjes dat was dat vond ik in het eerst vond ik dat het allerleukst en dat vind ik nog steeds het leukst dus uh, als je de inspiratie voor een liedje krijgt, is dat gewoon heel leuk. Je bent altijd op zoek om, om weer iets, iets nieuws te creëren. Ja. En niet of iemand dat anders leuk vindt, maar of ik het zelf leuk vind. En vind je het schrijven van liedjes leuker dan optreden? Ja, duidelijk. Ja. Dat is gewoon... Ja, dat is... Dus staat bovenaan. Kun je dat eens omschrijven. Wat dan het, het schrijven van liedjes nou ja, wat Heel voor Veel gevoel... mensen krijgen een kick als je op het podium staat. Ja. Omdat er heel veel mensen voor jouw podium uh, mee staan te doen of iets. En dat. Ja. Dat, um, dat vind ik ook leuk. Alleen, ja, ik, ik vind uh, live optreden ook al zeggen mensen misschien dat, dat het lijkt of het makkelijk afgaat. Dat, dat is het ook. Omdat ik me ook wel redelijk comfortabel vind. Op, uh, ik sta er wel comfortabel. Ja. De andere kant denk ik ook altijd van. Oh, volgens mij vinden ze er geen reet aan. Uh, en dat is ook niet zo erg. Maar ja, als je dat een uur lang denkt, is dat best wel storend. Kan dat storend zijn, snap je? Uh, voor jezelf, ja. niet, niet voor het publiek. Het voordeel daarvan is dat ik nog harder ga werken. Ja. En uh, alleen dat, dat kan wel eens dan te veel zijn. Uh, aan de andere kant vind ik zeg maar, het schrijven van liedjes vind ik het, het allerleukste wat er is. Omdat je iets creëert wat er nog niet is. En uh, tuurlijk zal ik wel eens een liedje schrijven wat ergens op lijkt. Dat, dat heeft iedereen. Omdat ja, als er 7 miljoen, 7 miljard mensen op deze planeet rondlopen. en best wel een redelijk groot gedeelte maakt ook liedjes of maakt kunst of iets. dan is altijd alles al een keertje wel bijna gedaan. Uh, maar het, toch geeft het enorme voldoening als je iets, iets maakt waarvan je zelf denkt: Wauw, uh, dat, dat ken ik nog niet. Weet je wel, dit liedje ken ik nog niet. Dit, dit heb ik nog nooit gehoord. Uh, wel ongeveer in de, in de stijl, want ik zit natuurlijk, weet je wel, ik maak, ben, ben geen radiohead of zo, weet ja. je wel. Ik, ik zit natuurlijk wel in een bepaald spectrum. Dat is ook gewoon omdat ik dat het mooist vind. Maar als je dan iets maakt en je, en, je, en ja, uiteindelijk is het klaar. Ja, dan kan je toch wel denken, wat tyfus, weet je wel. Ja, dat geeft echt een, een, echt, een, echt een geweldig gevoel. En dan heeft nog niemand het gehoord. Dus het heeft niks met iemand anders te maken. Ja. Het heeft meer met jezelf te maken. En dat je gewoon, dat je echt blij bent, of tenminste ik dan, dat, 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 dat je weer wat gemaakt hebt. En is het echt het gevoel, nadat je iets gecreëerd hebt? Dus je hebt inspiratie, je pakt de gitaar. En op het moment dat er dan iets uitkomt, is, is dat het moment waarop je die ultieme bevrediging ervaart? Ja, ja nou ja, ik had dus. Ik had dus laatst laatste, en dat heb ik dus eigenlijk nog nooit gehad, zeg maar. Uh, ik zat met Jan-Willem Roy. Dat is uh, een songwriter. Ik weet niet ja. of je hem kent, maar hij heeft heel veel liedjes voor uh, Guus Meeuwis geschreven. En ik ken hem al heel lang. En elk jaar, uh, dan zien we elkaar wel ergens en dan zeg ik... We moeten een keer liedjes samen schrijven. Snap je? Maar ja, hij is druk, ik ben druk, dus het komt er eigenlijk nooit van. En dit jaar, uh, dus een paar, vorige maand, hadden we eindelijk een datum geprikt dat we gingen schrijven. Dus uh, we, we zitten te schrijven en... Uh, dat doe ik ook niet zo heel veel met andere mensen schrijven. Gewoon omdat ik het ook altijd een beetje. Ja, het is, je weet niet of het klikt. Het is ja. altijd een beetje awkward. Uh. Ja, ja. Dus en, ik ging schrijven met hem en uh, we hadden een stukje van een liedje van mij. Ik zei: Ja, hier moet ik eigenlijk. Nou, dat, dat ging. bevulde elkaar perfect aan. Toen hadden we nog een ander liedje wat we samen hadden geschreven. Dus wij, wij, hij ging naar huis met een goed gevoel en ik. ook. Oh, weet je wat een shit? Man, we twee liedjes op één dag. Nou, Dus ik zit s'avonds achter mijn computer en die, die gitaar die stond nog naast me en stond in een toonsoort waarvan ik dacht. Oh, wat leuk. Die gitaar, iets anders gestemd. Dus ik was ondertussen met een maand appen. En hij ook naar mij van: Hé, uh, hey, Denman, dit was echt een fijne dag, man. Ik zeg: Ja, ik vond het ook tof. het was gezellig. We hebben een goede middag gehad. En we, en we hebben twee liedjes geschreven. Dus dat is al bijzonder. En toen dus zat ik thuis. Ik zeg: Maar die gitaar die stond toch in dat ding. Ja, we waren een beetje over die gitaar. En het oude, hoe die nou gestemd stond. En ik zeg: oh, Wacht even. En ik pak die gitaar. En ik ben met, met, met iets bezig. En net dat ik die gitaar heb. Denk ik, oh, dat is mooi. En ik druk mijn telefoon aan om op, op te nemen, omdat ik dacht, ik, ik maak deze gitaarriff, uh, of, of dit, dit akkoord of zo, dat neem ik even op. Ja. En ik begin te zingen en ik, ik, zolang als het liedje duurt, schrijf ik dus een liedje. Het is klaar en het, alsof je het, ja, alsof je hem gewoon doorkrijgt. Ja. En ik schrijf, dat heb ik wel vaker gehad, want ik begrijp zeker helemaal niet hoe je liedjes schrijft. Zeker niet als ik een plaat heb gemaakt en ik hoor het terug dat ik denk. En die heb ik dat dan geschreven. Ja. Zeker in zo'n heel druk jaar als wat ik, wat ik heb gehad. En bij dit ga ik zitten en, je, ik, en ik schrijf hem zo op. En ik heb niet één, één woord aan veranderd. Wauw. Ja. Dus het, het, is, het is zeg maar een liedje van 3 minuten 30. En het heeft jou 3 minuten 30 gekost om hem te schrijven. Ja. Heb ik nog nooit gehad. En, en, inclusief de tekst. Inclusief, alles in één keer. Ja. <laughs> en het is wow. één van mijn. Ja, weet je wel, hij, hij, hij komt op mijn volgende plaat. Maar het is denk ik een van mijn favoriete liedjes ooit. Ook omdat die zo eruit komt. Ook omdat het. Wow. Ja, het gaat een beetje over. Ja, ik weet niet. Het is een soort heel hoopvol liedje. En dat het, het dan zo bam zo eruit komt. Dat vind ik echt. Uh, ja, daar heb je drie dagen lang. Uh, een kick van. Ja, drie ja. dagen lang adrenaline rush. Ja. 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 Kan je overklappen hoe die heet? Het liedje? Uh, ja, ik, volgens mij heet die. Uh, dat is altijd moeilijk, maar. Ja, gotta hold on or let go. Gotta hold on or let go. Ja. ja. Het is eigenlijk meer. Ja, of je ergens. Weet je wel. Het, het, soms hou je je ergens krampachtig aan vast. En is het soms beter om het los te laten. Maar soms is het ook iets veel beter om iets vast te houden. dan los te laten. Ja. Dan heb je dus. Het is, het is een beetje dubbel. Uh, en dat, daar heb ik ook voor de rest niet over nagedacht. En zo, echt, dat, geloof jij er dan in dat er misschien. Dat je dan intuned op hogere krachten of zo. En dat dat dan door jou gechanneld wordt. En... Nou, dat vind ik heel moeilijk, snap je. Want ik geloof eigenlijk nergens in. Eh, het is wel zo dat beide ouders van mij dood zijn. En nog wat heleboel mensen rond mij. En dat ik wel dingen in mijn leven heb meegemaakt. Dat je echt denkt van ja... Om nou alles op toeval uh, te gooien. Ja, dan zouden er wel heel veel dingen toevallig ja, zijn. Ja, snap ja, je? Ja, dat dat zou... En voordat het een heel spiritueel gesprek wordt, omdat ik dat ook een beetje... Weet je wel, omdat dat... Dat kan je niet in, in, in een hele korte tijd uh, zeggen. Maar ik ben niet... Niet gelovig. Ik, als ik gelovig zou zijn. Hè, en ik zou in God geloven. Dan zou ik 100% ja. nu tegen jou zeggen. Ik krijg van God mijn liedjes door. Ja. Maar dat heb ik niet. Nee. En ik. Kijk, je, je hebt natuurlijk op veel... Je hebt een aantal manieren waarop je liedjes kan schrijven. Hè. Ik kan nu met jou. En jij speelt ook, zei je net kunnen wij uh, speel, je speelt ook instrument of alleen drums? Ik, ik drum. Ja, ja, okay. Zeg je nou een instrument ja, of alleen drums? Nee, ik wou zeggen een een Is dit, een Dat uh, ja, ja, wilde precies, ik eigenlijk ja, ja. zeggen. Leukje, leuk zeg je ook wel hebben, zeg Danny. ook altijd, 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 altijd tegen, <laughs> tegen mijn drummen. Nee, oh, nee, maar, je, maar, ja. maar speel je ook een instrument? Ja, ja, nee. ja precies. Nee, maar dat je gewoon ook melodie kan maken. Ja. Maar als we dat zouden gaan doen, dan weet je Dan kunnen wij gaan zitten en dan kan ik tegen jou zeggen, nou. Waar wil je over schrijven? En dan zeg je: Nou ja, uh, bijvoorbeeld, ja, mijn relatie is net over. En ik heb eigenlijk net een uh, film gezien. En daar zat een mooi dingetje in. En ik zeg: Oh, nou, weet, nou dan kunnen we kijken, weet je wel. En of je kan hem een beeld pakken. En dan kan je dan, weet je, begin met een zin en je pak je akkoorden erbij. En dan vind je, ja, kunnen, vinden we dit wat, weet je wel. En dan kan je zeggen: van, Nou, ik zat ja. eigenlijk een beetje meer te denken aan een de uptempo. Zo. Ja. Dus dan begin je ergens in. Dan is het veel projectmatiger. Ja, inderdaad. En zo schrijf ik nooit, omdat ik ik, ik kan wel projectmatig schrijven, omdat het natuurlijk als je dit heel lang, ik doe dit vanaf mijn 17 en ik ben 42. Natuurlijk kan ik projectmatig schrijven, maar als ik projectmatig schrijf, die gebruik ik nooit voor mijn plaat, omdat ik dat niet leuk vind. Om, omdat je achteraf die nooit de beste dat nooit de beste liedjes vindt. Nee, omdat het dan uh, gewoon. Uh, ja, dan, dan, is het, dan is het nep, zeg maar. Ik heb wel, toen wij het Tour de Jour deden, zeg maar. Dat is net zoals dit programma, maar dat ging dan over Tour de France. Ja. Toen deden we ook een zomerlange maand. En daar hadden ze intromuziek voor nodig. Maar ik schreef toen in die week... een liedje, ook gewoon in, in een paar minuten tijd, in twintig minuten tijd. En dat heette Tomorrow Will Be Mine. Maar dat, dat, dat schreef ik niet projectmatig. Dat schreef ik uit een, uh, ja, een soort... Uh, het, het ging eigenlijk over dat ik uh, he, ja iets weet je wel, dat je iets wil bereiken of zo. Daar ging het meer over en dat je uh, een verlangen. Ja, een soort verlangen van tomorrow wil bij mij weet je en, en ik zag ook mensen zag ik die die uh, die berg oprijden. allemaal allemaal tegen de kanker weet je wel dat mensen dat gaan doen om ja. voor 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 die ziekte en zoiets, zo zo'n beeld zag ik in mijn hoofd dus ik schreef dat liedje en toen dacht ik van ja dit kan ik wel gebruiken als de lieden voor het programma. Ja. Maar niet als in: Ik schrijf dit voor het programma. Dat je met een plank hoeveel papier gaat zitten, zo. Zo, ik wat ga kan nu ik even schrijven voor uh, Tour de ja. France. Nee, nee, nee. Dit kwam toevallig. Uh, ja, so, ja. Zo schreef ik ook, zeg maar. De, ik werd gevraagd voor dit programma. Ja. Toen heette het nog: Voetbal International. Uh, en. Ja, dan ben je er misschien. in je achterhoofd mee bezig. dat je dit programma gaat doen. En toen werd ik wakker midden in de nacht. En toen heb ik dus, zeg maar. Uh, de leader van het programma, dus het intro. Ja, zeg maar maar. De, de, tune. de tune van het programma, ja, ja. heb ik toen ingefloten op mijn telefoon. Ja, en de ja. volgende dag luisterde ik of het wat was. En dat heeft is vier jaar lang de tune geweest. Doe, doe je dat nog steeds? Als ik nu jouw telefoon pak, vind ik dan allemaal spraak,memo's ja. met, 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 met fluitjes en dingetjes. Alleen maar? Ja, de, de dames en heren, Danny pakt nu zijn telefoon. Voor de mensen ja. die. Oh, sorry, is ja, ja, je kan podcast. ook op YouTube kijken. Dus als je dit hoort, dan, dan nodig ik je ook uit om gewoon op YouTube te gaan kijken. Is, uh, dus we krijgen nu een primeurtje. En dat weet ik eigenlijk niet. Oh, dat is dan weer uh, spannend. Oh, dus toevallig die. Uh... Gaaf. Dus nou dat is die song van uh, drie minuten. Geschreven in drie minuten. Ja. Ja. Dus maar dat is... Het, het is voor het eerst dat andere mensen het horen, of niet? Ja, ja. dus wanneer komt dit uh, <laughs> eigenlijk ergens op? Ja, eerder dan, uh, dan je denkt. Oh ja, ja. ja. tof. Uh, ja. Dat is dan een klein stukje. Ja, ja. heel gaaf. En dat vind ik het moeilijke van, uh, van het schrijven uh, en, en van een druk bestaan. Is dus ik wil eigenlijk gewoon die liedjes die ik nu heb geschreven, wil ik gewoon opnemen. Ik wil niet wachten tot volgend jaar. Maar mijn agenda zit vol. Dus dat is kut. Snap je? Ja, want je vindt schrijven leuker. Nou ja, je wil gewoon als je wat gemaakt hebt en geschreven hebt. Dan moet ik niet willen wachten op, op een tijd dat oh, ik het mag opgaan nemen ja, ofzo. Ja. ja, je wil... Uh, uh, ja, dus dat, dat is het eigenlijk. Maar, maar ja, th mijn theatertour begint op 2 oktober. Ja, en die loopt tot... Uh, ja, wat hadden we het nou net over? 4 april. Ja. En heb je niet zoiets van jongens, even niet opnemen nu, maar ik ga een nieuw liedje spelen. en dat je deze gewoon uh, ja, tussendoor kan? Daar zit ik wel een beetje over te denken of zo. Ja. Dat ik het toch wel gewoon doe. Ja. Ja, daar, ben, daar ben je dan weer wel eens genoeg voor volgens mij. Nou ja, ik heb er ook gewoon, weet je wel, Dat heeft ook voor de rest. Ja, dat, dat is het mooie van muziek. Of zo. Je wil gewoon dat dat eruit is. Ja. Zo. Ja. ja. Nou, en dan over optreden gesproken. Je, net gaf je aan, uh, ik heb soms het idee, van, ja, vinden mensen dit wel leuk? Ja. Dat heb, dat heb je ook bij je eigen shows. voor je nee, eigen publiek ik ja, 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 ik heb eigenlijk altijd het idee dat het nooit genoeg is of zo. Of dat mensen nooit waar voor hun geld krijgen. Uh, en daar probeer ik wel altijd alles aan te doen. Omdat ik het. Ik vind het nog altijd al wat. En het lijkt altijd een beetje alsof ik aan, 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 aan de reet aan het likken ben van mijn fans of zoiets dergelijks. Uh, oh ja, ik had het natuurlijk opgeluisterd. Ja, ja, dat precies. is de telefoon. Dat maar dat was uh, om, jou, om jou te laten horen. Het, dus het is altijd geheel, uh, geheel toegestaan in dit geval. Ja. Uh, dat, ik, dat ik een beetje iedereen het naar de. Maar dat is niet. Uh, het heeft er meer mee te maken dat ik het nogal wat vind. Omdat mijn. Ja, als ik zo zie. De weg die ik heb afgelegd. om, uh, om, om muzikant te worden. is een hele lange ge geweest. En een aantal jaren terug had ik niet meer echt gedacht. dat ik. Uh, uh, laat ik zo zeggen. de AFAS ging volspelen. Dat had ik niet meer gedacht. Dus. En daarnaast ging het gewoon Als ik in een theater sta of in een, in een club, weet je wel. Ik vind het altijd heel erg... Ik, ik zeg het ook altijd daar. Dat ik het heel erg bijzonder vind. Dat mensen de moeite nemen om ergens naartoe te rijden. Een parkeerplek te zoeken. Nog even wat eten. Want je komt uit je ja. werk of zo. En dan moet je ja, gehaast. En je moet naar daar. Want het voorprogramma begint al. Je moet ja. naar een club. En dan, Ze hebben een oppas geregeld. oppas geregeld. Alleen maar even. En, en voor even uh, twee uur, uh, uur Denny Vera. En als ik er dan met mijn pet naar zou gooien of ja. zo. Of het zou kut zijn. Ja, dat zou ik echt... Dat zou ik vreselijk vinden. Ja. Gewoon omdat ik dan. Ja, ik heb dus iemand zijn tijd verspeeld. Ja. En je bent niet maar heel kort. Dus dan, dat is niet de bedoeling dat ik iemand zijn tijd verspil. Super bijzonder is het eigenlijk. Als je er zo naar kijkt hoe mensen Ja. echt een avondje uit, een avondje vrij reserveren, daar moeite voor doen. Ja, dat om, is om twee heel... uur met jou een stukje magie ja. te beleven. Dus ik hoop ook dat ik daar altijd aan voldoe. En maar ik ga daar niet. Kijk, je kan ook er alles aan doen om die mensen naar de zin te maken. Dat doe ik dan ook weer niet. Knopje. Dus dat ja. is een beetje de tegenstelling. Ik maak gewoon wat ik maak. Ja. En ik ga niet zeggen van. Oh, Den, we zouden heel graag. Uh... Nou, laat ik sowieso zeggen. Ik deed laatst een cover van. Uh, van uh, Koos Alberts op de, op de radio. Dat, dat was. Ik zat bij Q-Music en ik heb hem hier ook een keertje gedaan. Toen was hij net overleden. Zei. Wil je in het foute uur een, een liedje doen? Ze zei Nou ja, ik vind dat. Coos Albers liedje vind ik heel mooi. Ik weet. Je zijn het je ogen. En dat doe ik hem in het Nederlands. Maar dan kreeg ik. Dat, dat filmpje werd binnen een een paar weken of een paar dagen was het op 200.000 views. Ja. Uh, en ik kreeg alleen maar aanvragen die dat, dat liedje wilde doen. Maar ja, dat is niet wat ik doe. Dus dat ik ga niet alleen maar. Want ik had hem heel makkelijk op single uit kunnen brengen. Uh, maar dat ja, dat is niet iets wat dat, ik ambieer ja, of zo. Dus ik zou veel makkelijker voor succes kunnen gaan. En ook ja. uh, in het verleden. Maar ja, nee, ik wil gewoon graag met wat ik mooi vind. Wat ik leuk vind om te doen. Dat is het. En als je dat leuk vindt en je komt naar een show. Dan heb je een goede avond. En dan doe ik er alles aan ja. om je een goede avond te geven. Maar niet, ik zal nooit van, oh ja, maar nu is even dit in. Uh, laat ik iets met een rapper ja. doen of zo. Nee, nee. <laughs> dat, dat, dat zie ik ook niet zo snel voor me. Dat nee. ineens. Uh, nou ja, ik heb in het verleden wel eens iets met een rapper gedaan. Maar dat was meer omdat ik, die jongen, die, uh, die zijn vader, die zou eigenlijk op mijn plaat meespelen. Die was gitarist. En die kwam ik altijd tegen in de gitaarwinkel. En dan zei ik van. Uh, uh, je moet nog een keer op mijn plaat meespelen. En nu had hij het beloofd. En toen overleed hij. En toen vonden wij het mooie Weet je wel. Zijn ja. was rapper. En toen dachten we. Ja weet je wel. Fuck. Uh, laten we dan nou gewoon samen een track maken. Maar rap heeft niet mijn voorkeur. Nee, als nee. in mijn muziek. En, en dan nog één vraag daarover. Over dat optreden. Waar komt het denk je vandaan? Dat je. Want volgens mij. Als jij 50% speelt. Dan heeft iedereen alsnog een te gekke avond. Dus waar komt het vandaan. Dat jij het gevoel hebt. Dat het niet genoeg zou zijn voor de mensen. Nou ja, omdat je gewoon al heel lang dit hebt gedaan. en dat heel lang uh, mensen het niet leuk vonden. Of in ieder geval dat je misschien niet de kans kreeg om ergens te spelen. Weet je wel, een paar jaar geleden bood ik mezelf aan bij theaters en clubs. Mag ik alsjeblieft spelen? Nah. Nee. Ik zei, maar ja, kom zelfs gratis. Weet je wel, ik heb zelf schalen gehad en waren ze uitverkocht. Maar dan was de deal zo slecht in elkaar gehad. dat ik gewoon aan het einde van de avond 19 euro moest betalen. Dan heb je voor uitverkocht zaaltje gespeeld. Dat is ook gek. Snap je? Dus dat is. Uh, ja. Het heeft gewoon mee te maken dat gewoon als je iets. Mijn carrière begon en het was niet gelijk een instant succes. <laughs> nee. Understatement. Ja, ja want je, je carrière je duurt 25 jaar, zouden we kunnen stellen, hè? Open van je 17e tot je 42. Ja, nee, toen ik 17 was, toen stel, dat mag je eigenlijk niet meer in rekenen. Dus We moeten gewoon drie jaar later, vanaf mijn 20. Ja, ja. en dit klinkt als dat die herinneringen. en, en een groot, groter gedeelte van die 22 jaar was je zeg maar niet succesvol tussen aanlangs ja. dan wel succesvol. Ja. Uh, het lijkt alsof die herinnering dan nog zo vers in je zit dat je nog niet helemaal gewend kan raken aan het feit dat mensen het nu gewoon überhaupt al fantastisch vinden om jou te zien spelen. Nee, maar dat komt door gewoon, uh, dat, dat is natuurlijk altijd, zeg maar. Als bijvoorbeeld, uh, of je, als iemand jou pest op de basisschool, dan draag je dat ook de rest van je leven mee. Weet je wel, als mensen tegen je zeggen van, nou, weet je wel, je bent malle Pietje met je gitaar en uh, we geloven er niet in, dan, dan neem je dat ook mee. En dat ja. is ook met. Ja, als, als weet ik veel, als je, niet dat het in mijn geval was, maar. Uh, als je ouders tegen je zeggen dat kan je niet, of zo, of ga gewoon echt een baan zoeken, dan is het eigenlijk ook nooit echt goed genoeg. Ja. Want hoe is dat gegaan? Op jouw zeventiende ontstond jouw liefde voor muziek? Nee, of, wel eerder hoor. Of, of, nee, wel nee. Ider, hoor. Ja, 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 ja. Volgens mij trok ik op mijn zevende of mijn achtste. Trok ik, uh, oh, okay. een plaat van Roy Orbison bij mijn vader uit de plaatkast. Ja, ja, ja. Mijn vader was zelf muzikant die zong in een, uh, in, in een beetje countryachtige muziek. En wij gingen altijd mee met mijn moeder, we waren met z'n drieën, naar van die country festivals in Nederland. En dan zag ik mijn vader optreden en nooit gedacht dat ik dat ook zelf ging doen uh, toen de tijd. Want ik dacht eigenlijk dat ik profvoetballer ging worden ofzo. En toen uh, op mijn twaalfde, toen hadden we een beentje met de buurt. Uh, en toen was mijn vader jarig en toen zei de buurvrouw van, uh, en die, die had drie zonen. En dat zijn nog steeds mijn vrienden zeg maar, er is dus één overleden. Uh, en toen hadden we nog een vriend in, dat uh, is ook nog een van mijn beste vrienden jullie moeten een band formeren, want de ene speelde gitaar, de andere drumde, de andere speelde piano en ik deed niks uh, toen zei ze nou jouw vader zingt, dus jij zingt maar dus toen hadden we voor mijn vader uh, een liedje van de Bangles ingezongen, omdat ja. dat nummer 1 van Nederland was toen, was ja. het 89 geloof ik toen was ik 12 en dat hebben we mijn vader op een cassettebandje voor zijn verjaardag gegeven alleen ja, toen had ik een enorm hoge piepstem en uh, ja dat, ik, ik vond het verschrikkelijk, dus ik hoe dat klonk. Dus ik heb dat nooit meer uh, gedaan, totdat ik uh, ja mijn dertiende Elvis ontdekte. En toen ik dacht van ja, ik dacht altijd dat Elvis een van de dikke mannen in een wit, wit pak was, weet je wel. dat het soort uh, Duitse slagerzanger dacht ik dat het was. Ja. Op mijn dertiende. Ja. Snap ik. En ik had uh, al die Tour of Duty CD's en we, we kochten een jukebox met het gezin. En toen dacht ik van nou, er moet ook een plaatje van Elvis in. En toen kocht ik dat. En toen dacht ik wauw. Toen heb ik alles gekocht. Toen heb ik me ongeveer van mijn vijftiende tot mijn zeventiende. elke avond uh, na het huiswerken, als ik het al deed. Uh, tenminste, ik zei dat ik huiswerk ging maken of zo. Weet je wel. Me um, opgesloten op mijn kamer. met zo'n. Uh, toen de tijd nog een soundmixapparaat. Je, je had vroeger de Soundmix Show. in de jaren tachtig. En uh, dan kon je het sound mix show apparaat winnen. En dat was een soort hele grote cassette record met twee bandjes. En dan kon je aan de ene kant de muziek erin doen. En dan aan de andere kant een leeg bandje. Ja. En dan kon je daar overheen zingen. Ja. En die had mijn tante nog staan. Dat was gewoon een oud kleren ding. Uh, maar die, die heb ik dus gekregen. En daar was ik dus elke dag mee over andere muziek mee aan het zingen. Met, met zo'n plastic microfoon met felle kleurtjes. Nee, nee, gewoon gewoon een goede microfoon. Oh, okay. een goede, ja, die zo. zat er oh, gewoon okay. bij. Het ja, had ja, gewoon ja. een goede ja. microfoon. Nee, het was echt gewoon een zwart apparaat. Het is een heel groot ja, ding. Ja, ja, ja. Maar die, die uh, moet je maar eens opzoeken. Uh, Zo'n uh, soundmix apparaat heette dat. Ja, dat was toen, weet ik veel. Die was uit de jaren tachtig en dit was jaren negentig. Mijn tante had die nog staan. Ja, ja, ja. En toen, uh, ja, toen hadden we een keer een feest. En toen hadden we die band, zeg maar. We brought the band back together. Weet je wel, <laughs> ja, van ja, twaalfde. Ja, ja, ja. En, uh, want er was iemand, uh, iemands ouders waren zoveel jaar uh, getrouwd. En toen uh, hadden we allerlei Elvis liedjes ingestudeerd. Omdat ik gewoon een uh, groot Elvis fan was. En vanaf die tijd dacht ik van, wauw, dit is wel tof. En we moeten met deze band verder. Alleen ja, die jongens die hadden allemaal, die werkten bij de McDonald's. En die werkten in afwassen en zo. En ik ook wel, maar ik deed een ander werk. Dus ik zat altijd uh, in mijn eentje in die oefenruimte. Omdat ze best wel vaak afzeien. Dus Toen dacht ik, ja, fuck, ik moet gewoon ook leren gitaar spelen. Want dan kan ik hier gewoon in mijn ja. eentje spelen. Dus ben ik ben gitaar leren spelen. En toen ik een paar akkoorden kon, toen dacht ik van, ja... Ik kan beter gewoon mijn eigen liedjes gaan schrijven. In plaats van iemand anders de liedjes. Ja, nou, dus ik schrijf van mijn 17 schrijf ik dus, dus dankzij eigenlijk het, 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 ja, hoe zeg je dat? Het feit dat je bandleden niet kwamen opdagen naar ja. ja, de repetitieruimte, daar, daar moeten we heel dankbaar voor zijn. Ja, ik denk dat het wel. Ja. Anders hadden ze, tenminste, ik weet niet of je ze dankbaar moet zijn, maar ik ben ze er heel dankbaar <laughs> ja, voor. Ja, ja. Want anders had ik misschien nooit uh, gitaar gespeeld of gaan zingen of iets dergelijks. Uh, ik ja. dacht van, ja, weet je wel, fuck it. Ik doe het gewoon zelf wel. Ja. En jouw huidige begeleidingsband, dat zijn andere gasten. Ja, 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 ja. ja, ja. ja. ja de ja. begeleidingsband van mij heeft... Uh, uh, altijd door de jaren heen heeft wel wat uh, de, nu hebben we de laatste paar jaar is gewoon uh, ja. dezelfde ploeg maar het heeft ja. altijd door de jaren heen heeft het echt wel wat uh, wisselingen gehad ja en je, je hebt nu het aantal keer gehad over nou mijn carrière ging niet meteen uh, supergoed en ik, ik, ik kom van ver zeg maar kan je daar eens wat over vertellen als je zegt ongeveer rondom mijn twintigste be, begon mijn carrière als als muzikant ja hoe, uh, uh, hoe, hoe is dat begonnen nou ja, gewoon, ik, ik kwam bij, bij bandjes terecht, weet je wel. En dan uh, zat ik een beetje in, uh, toen de tijd was dat, had je van die, van die rockabilly scenes, weet je wel. Van uh, mensen die van, van uh, ja, van die Elvis muziek maakten en zo. En dat vond ik leuk en daar sloot ik me bij aan. Alleen, ja, het was toch niet helemaal wat ik ambieerde, want dat was gewoon één soort muziek. En nou zit ik wel in een soort muziek, maar ik vond dat niet, um, het was altijd een bepaald ja en dat daar hou ik niet van uh, dus ik wilde mezelf meer ontwikkelen en ik ben ik zelf meer dingen gaan doen en zo en uh, ja uiteindelijk uh, ja was ik taxichauffeur op een gegeven moment en uh, ging ik demos opnemen weet je wel en huurde ik mensen in van kan je dit inspelen voor mij en dan had ik een demo ja. gemaakt en ja uh, dat was niet om aan te horen en, uh, toen hoorde ik dat uh, de rockacademie uh, van start ja, in Tilburg. In Tilburg. Toen dacht ik, nou ja, dan schrijf ik me daarvoor in. Uh, ik hou wel niet van school, want ik had geen school afgemaakt. Ik ben, van elke, ik ben van één school afgestuurd en de andere was ik aanwezig en was niet best. Uh, sommige mensen zijn er goed in in school. En bij mij werkt het juist andersom. Als iemand ja. zegt wat ik moet doen, dan ga ik juist meestal de andere ja, kant op. Ja, ja. Maar ja, ik dacht, jeetje, ja, weet je wel. Misschien is de Rockacademie academie wel, wat. het was nieuw. Het, uh, en ik kon niet naar het conservatorium, want ik had weer geen HAVO. dat ja. was toen zo'n heel raar systeem dat als je uh, geen wiskunde in je pakket had, dan mocht je niet naar de kunstacademie of naar de uh, oh ja. uh, conservatorium. En ja, dat waren natuurlijk twee dingen waar je nou, als je nou ergens geen wiskunde voor nodig hebt, ja. dan zijn het dat soort dingen wel. Maar ja, de, de raar, er zijn wel meer rare dingen in, uh, in dat soort dingen. Dus op een moment, ik ging auditie doen voor de Rockacademie. academie en. Uh, ja, dat was, ik was echt heel slecht. En ik werd toch aangenomen. zit op de dag van vandaag uh, begrijp ik er niks van. Ik denk, maar ik denk dat... dat uh, ik, ik heb geen idee. Wat, wat, wat vond je slecht aan jezelf? Nou, ik ging een liedje spelen. En halverwege het liedje wist ik het niet meer. Gewoon. Ik zeg, ja, sorry uh, jongens. Ik, uh, ik word zenuwachtig. Er zaten vier mensen achter een tafel. Ja. Naar me te kijken. Ik zei, ja, dit werkt gewoon niet zo. Zo werk ik niet. Dus dat was gewoon kut. Ik ja. zeg, dit, dit kan ik niet. En toen kregen we een, uh, een test. Wat je van muziek wist, zeg maar. Met papieren. Ja, daar heb ik geloof ik alleen maar streepjes gezet. dacht ik zei: ja, wat moet ik nou met een fucking test? Dat was ook heel slecht. Dus toen, ja, ik ging naar huis. Ik denk, ja, ik en het, heb, ik heb niet één voor... vraag goed beantwoord. Ja, ja. En was het was dat intervallen herkennen en, en dat je, ja, wat, dat is wat, is een, wat, wat is een grote terts en, en ik, dat soort vragen en enzo. Grote terts, ik had ik, ik, nou ja, tot op de dag van vandaag weet ik nog steeds niet wat het is. Ja. Weet je wel, een grote terts. Het klinkt alsof je gewoon, weet ik veel, iets aan je bijbal <laughs> hebt, weet je ja. wel ik heb grote terts aan mijn buik. Zou ik jou zo'n grote terts geven? Ja, ja. ik jou eens grote terts op je bek geven? Ja. <laughs> ik heb werkelijk maar geen idee. Ja. Ja, ja. Het, het zal uh, een of minuur zijn of zo. Maar nee. En toen dacht ik van nou, ik word hier toch niet aangenomen. Jammer, ik had me de moeite kunnen besparen. Maar ik werd wel aangenomen. Misschien omdat die tijd toen nog een privé school was. En dat uh, mijn ouders uh, uh, bereid waren om het geld neer te leggen. Ik geloof dat die school uh, toen 3000 gulden per jaar kostte. En ik werd aangenomen in 1999 en uh, ik heb er een jaartje op gezeten. En, en? To en toen kreeg ik een. Uh, mijn moeder werd ziek. Ja. Uh, dus ik was eigenlijk daarmee bezig. In het eerste, in, ja, het eerste jaar heb ik afgemaakt uh, gedaan. En toen in het tweede jaar werd mijn moeder uh, die, die kreeg kanker en dat werd terminaal en dat werd heel lelijk. En uh, ja, toen was ik er gewoon niet meer. Omdat ik ja, ik vond het zonde van mijn tijd om op school te zitten, in plaats van bij mijn moeder te zijn. En uh, ja, toen kreeg ik ook. In die tijd had ik ook, was ik ook gewoon met muziek aan het maken. En ik had demo's gemaakt. ik had wel hele leuke mensen leren kennen op die Rock En demo's gemaakt. En die had ik rondgestuurd. En uh, er reageerde iemand. En dat was uh, Niels Albertsen. En die uh, werkte bij Pias. En ik kreeg een democontract. Dus wij mochten een demo gaan maken. Ja. Om te kijken of je wel uh, door kon groeien naar een echte artiest. En daar waren we mee bezig. En toen zei Niels Denk ik. Uh, ik heb een nieuwe baan. Ik ga weg bij Pias. Uh, ik ga bij Universal aan de slag. Ik zeg, oh, gefeliciteerd man. Dat is tof voor jou. Ik zeg, maar wat gebeurt er nou met mij? Want nu zit ik bij een platenmaatschappij waar waarschijnlijk niemand mij leuk vindt. Behalve jij. Uh, hij zegt, ik neem je mee. En hij zegt, ik ga kijken of mensen bij Universal het leuk vinden. Nou, hij kwam bij Universal terecht. En uh, hij heeft zich hard gemaakt voor mij daar. En ik mocht een plaat opnemen op mijn 24ste, geloof ik. En, en slijt nu niet over dat je eventjes... De grote prijs van Nederland had gewonnen. Heb ik niet gewonnen. Oh. Nee, ik heb de Zeeuwse belofte gewonnen. Ah, nou, voor nee, zover nee, mijn nee. research. Nee, 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 maakt niet uit. Ja, nee, maar ja. het had een, nee, de Zeeuwse belofte was ook nog eens iets. Wij hadden die band en ik, ik hield nooit van wedstrijden, maar ja, ik wilde wel ergens spelen. En toen de tijd moest je aan zoiets meedoen om een klein beetje bekendheid te raken. Dus dat was eigenlijk de enige wedstrijd waar ik aan mee heb gedaan. Dus ik heb toen. Uh, uh, Zeus belofte gedaan. Die hebben we gewonnen. Nou, normaal in die tijd mocht je dan in Paradiso spelen. Want dat was dan wel wat jij net zegt. Hoe heet dat ding? Grote prijs Grote van Nederland. Prijs van Nederland. Ja. Maar net het jaar dat ik meedoe, uh, hadden ze nog een regiofinale. Dus toen moesten oh. wij naar uh, Brabant. En daar kwam dan Limburg en Zeeland. En daar de beste van mocht naar Amsterdam. Maar daar heb ik niet gewonnen. Ja. Maar een bruggetje naar een actualiteit. Volgens mij heb jij niet zoveel met wedstrijden als het gaat om muziek. Nee, nee, helemaal niet. Ik vind ook niet dat muziek een wedstrijd moet zijn. Ik vind uh, dat dat is meer voor hardlopen of voetbal. Uh, daar kan je duidelijk zien wie er gewonnen heeft. Ja. En bij muziek is het niet zo. Ik vind het heel raar om kunsten met elkaar te vergelijken. Ik vind het ook altijd raar. Uh, weet je wel, dit is toch een podcast en dit is een, een onafhankelijk iets. Ik vind het ook heel raar dat uh, de industrie. Zich, weet je wel, of het nou de filmindustrie is of de muziekindustrie zich de hele tijd maar loopt te verlekkeren aan zichzelf en zichzelf prijzen geeft, weet je wel. De musical awards, weet je wel, ja, dat is alleen om je eigen kutmusical te promoten, weet je wel. Dat is hetzelfde als een, als een gouden plaat. Dat heeft iemand in het, in het leven geroepen om, om jezelf te promoten, weet je wel. Ja, dat vind ik heel gek. Ja. Ik, ik doe al werk wat ik heel erg leuk vind. Ik geef liever iemand een award. Die bejaarde aan het wassen is of zo. Weet ja. je wel? Dat je gewoon. Uh, ja, die werkt daar al fucking hard. Wij doen al iets wat heel. heel bijzonder is. En dan moet je eigenlijk gewoon blij zijn dat je dat mag doen. En daar hoef ik geen fucking prijs voor. Nee. Dat vind ik. Uh, ik vind het zo raar. Of een fucking Oscar. Ja. Ja, wat. Weet je. Hebt gewoon lekker voor een paar miljoen heb je. Uh, een beetje gedaan. of je een of andere. <laughs> fucking wise guy bent met een gun. En dan krijg je nou een award van Flikker op. Het zijn leuke shows om naar te kijken. Ja. Maar maak, gewoon, maak dan gewoon een leuke awardshow. Met uh, een veiling voor het goede doel. Ja. En dan komen al die multimiljonairs ja. lekker bij elkaar. En uh, die bieden op iets hoogs. En dat bedrag gaat naar iemand die het goed kan gebruiken. Maar je gaat niet nog eens even lekker uh, bij iemand tot zover in zijn reet. terwijl je heel de wereld in zijn reet zit. Ja. Dus dat dus niet van. Wat, wat hebben in Nederland, de 3FM-awards, dat soort muziekprijzen. Dat, ja, dat, 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 dat laat beetje, ik hou niet van. Uh, ik, ik zou. Uh, ik, ik hou niet, ik, nee, ik hou niet van prijzen in de muziek. Nee, dus als jij bent genomineerd, dan kom je niet opdagen. Nee, dat soort Aan de ene kant moet je soms bijna wel gewoon om het feit dat het uh, heel veel. Kijk, heel veel mensen. Kijk, ik, ik heb laatst een gouden plaat gekregen. Snap je? Dat hoeft voor mij niet, want voor mij betekent het al dat ik ja, ik ga al hartstikke leuk, weet je wel? En een gouden plaat is voor mij wel leuk, weet je wel? Dat vind ik leuk. Die hangt uh, in mijn kantoor. Betekent dat ik zoveel duizend plaatjes heb verkocht? Maar ik hoef dat niet per se. Ze wilden hem bij Jinek uitrekken. Ik zei, dat hoeft niet. Dat wil ik helemaal niet. Ja. Uh, om dan ga ik op televisie tof lopen doen. En dan moet ik echt verbaasd gaan doen. Van wauw, echt voor mij. Terwijl ik elke dag gewoon zie hoeveel die plaat gestreamd wordt. Ja, 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 ja. Dus dat, 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 daar hou ik niet van. Het enige waarmee je het soms wel doet. Is van, ja. Weet je wel, nu leg ik het uit aan je. Maar een heleboel mensen thuis. Die denken, wat is dat voor arrogante lul. Weet je wel, die wil die prijs niet. Zo kan het hmm, geïnterpreteerd ja, worden. Ja. Dus dat is de reden dat je hem wel accepteert. Ja. En dat je kan, tegen de mensen kan zeggen: van jongens, dank jullie wel dat jullie mij dit podium geven. Maar ik vind prijzen in entertainment. Weet je wel, moeten we van goh postuum nog een, uh, een goudschilderij geven? Omdat hij zoveel bezoekers naar een of ander kutmuseum hebt getrokken. Nee, dat slaat hem nergens. Op die man was lekker aan het schilderen. En het, hij is gewoon lekker populair geworden na zijn dood. Ja, nou, er zijn mensen die worden tijdens hun leven populair. En dat is fijn. En daar verdienen ze geld mee. En daar verdienen ze ook heel veel geld mee. Ja. En dan hoef je niet nog eens een paar uh, prijzen in iemand zijn reet te steken of zo. Dat, ja. dat, dat lijkt me gewoon gek. Ja, wat, wat, wat ik je denk ik hoor zeggen is ja, kunst is kunst. En dat hele ding van kunst is dat mensen voelen zich ermee verbonden. En die voelen zich geraakt. En of die niet. gaan dat ja. zien of luisteren of bezoeken. En dat, dat is het. Ja, dan en dat, dat, dat je is je toch daar geen prijs? Niet, ja. Nee, kijk, ja, je, hebt, je, hebt, je hebt juist kunst en sport. En bij sport is het gewoon duidelijk, weet je wat, dat deel met je vriendjes op het pleintje, wie het hardst kon rennen. Ja. Of zo. Of je doet voetballen en op een pleintje. Of in een wedstrijd. En ja, het, het ding daarvan is, zeg maar, natuurlijk een soort stammenoorlog. Weet je, Dat zit waarschijnlijk nog ergens in je DNA, dat je moet winnen van iemand anders. Daar hebben we dan voetbal of andere sporten voor in het leven geroepen, zodat we elkaar niet meer de hersens inslaan. Dus dan doe je dat. En dan is het wel de bedoeling dat je wint. En dat je je bij aansluit bij een bepaald team. Ehm... Uh, dan heeft het ook zin ja. dat je wint. Weet ja. je wel. Want ja, om nou elke dag naar een wedstrijd te kijken die 1-1 wordt, of 2-2 of 4-4, of dat iedereen zegt, we hebben toch lekker gevoetbald. Ja, dat is niet nee. leuk. Je wil gewoon als ja. je hard loopt, of voetbalt of tennis of iets, ja, er moet wel competitie in zitten, anders schiet het niet op. Ja, de, Lijkt mij. Ja, de, de regels van het spelletje, daar is dat je moet winnen. En de regels van het spelletje van muziek is. Dat je iets maakt waar je zelf blij mee bent. En of tenminste, zo doe ik het: Gewoon dat je zelf iets maakt, waar je, waar je zelf denkt van wauw, dit vind ik echt tof. En of nou tien mensen dit mooi vinden of honderdduizend, dan maak, interesseert me werkelijk ja. waar geen kloten. En ja, want, nou, het maakt wel uit. Het is leuker dat ja. heel veel mensen het leuk vinden. Want dat haal uit. jij dan niet je erkenning uit bezoekersaantallen en, en, en uh, gouden platen, dat soort dingen? Nee, ik dat... haal zeker mijn erkenning uit bezoekersaantallen. Maar voor al die bezoekersaantallen heb ik mijzelf helemaal de tering gewerkt. En dat is wat ik net zei aan het begin. Daarvoor probeer ik gewoon iedereen een goede avond te geven. Dus ik krijg mijn, mijn voldoening wel uit, of mijn erkenning van mensen. Ja, als ik zie dat er zoveel duizenden mensen op shows afkomen, dan vind ik dat hartstikke leuk. En daar ben ik heel dankbaar voor. En dan vind ik het heel bijzonder dat mensen dat doen. Uh, maar daar hoef ik geen prijs voor. Ja. Dat, dat, dat is gewoon wat het is. En dat is ook mijn werk. Weet je wel, dat is mijn werk geworden. Daar verdien ik mijn geld mee. En daar, daarvoor verdien ik geld. En dan kan ik weer, van dat geld kan ik weer platen opnemen. En van dat, uh, weet je wel, dan kan ik weer. Als ik die plaat heb opgenomen, kan ik weer een show doen. Dan kan ik weer een iets mooier decor neerzetten dan de vorige keer. Uh, niet dat dat heel erg veel uitmaakt voor de muziek. Maar dat maakt voor als artiest kan je denken: ja, ik nou, vind het wel mooi als, als het er zo uitziet. En, en je kan je bandleden meer betalen. Want die hebben ook in het verleden allemaal voor een kutprijs lopen spelen. En terwijl heb ik wel altijd iedereen betaald. Want ik wilde nooit dat iemand iets gratis deed. Dus ik had heel vaak vroeger dat ik zelf niks had. En die jongens dan, weet ik veel, 100 euro of iets. Yeah. Uh, omdat het niet. Kijk, het was het is natuurlijk mijn bedrijf geworden. Uh, en het is ook zeg maar Deni Vera. En uh, ik wilde niet dat iemand wat gratis deed. Ik heb nooit iemand wat gratis laten doen. Als er geprobeerd een korting te krijgen. Yeah. Maar dat doe ik bij iedereen. Ja, ja, ja. We hebben ook streng onderhandeld voor dit podcast interview. Nou ja, je moet overal een korting krijgen. Ja, ik vind het dus leuk als je iets koopt, moet wel, moet wel iets van de prijs af. Weet je ja. wel? En ook al laat je me in die waan dat ik iets koop en dat eigenlijk iets, weet ik wel, laten we zeggen dat iets 500 euro is. En uh, dat ik het kom en dat die man dat, die, dat, het, dat die het voor 600 euro aan, aanbiedt en dat hij dat het me alsnog voor 500 euro verkoopt. En dat ik dan denk dat ik 100 euro korting heb gehad, dat vind ik ook leuk. Ja, dus, dames en heren, als je Denny Vera in de feedback Yo, een gitaar ziet kopen, dan uh, geef een dan korting. Zit... Ja, precies. En. Over dan de erkenning zeg maar, gesproken. Wat geeft jou ja. meer erkenning? Is dat die, die hit, die je, of, of in ieder geval dat, dat liedje wat je in één keer afschrijft. En waar je dus drie dagen lang een adrenalinekick van hebt. Dat. Dat is veel meer dan een uitkocht Carré. Qua erkenning. Voor jou. Ja, ik denk het wel. Bij, bij Carré, ik stap bijna nooit van het podium euforisch af. Ik heb uh, nooit dat ik van het podium afkom en dat ik denk. Oh, ik heb altijd, ah kak, ik ging uh, daar, vergat uh. ik mijn tekst. Ik was in Carré toevallig heel goed. Het klinkt heel raar om dat over jezelf te zeggen. Weet uh -huh. je wel, mensen vinden het moeilijk om te zeggen... oh, ik ben heel goed. Ik kan makkelijk over mezelf zeggen waar ik goed was en waar ik slecht ja. was. Omdat ja. ik als ik ergens... ben heel vaak ergens niet tevreden over in plaats van... Ja. en met goed bedoel ik... Ja. ik deed mijn show goed. Weet je wel, mijn praatje was goed. Ik heb geen tekstfouten gemaakt. Ja. Ik heb niet ergens een noot gemist. Ik, dus ik had een goede avond. En dat was toevallig in, in Carré. Dus daar viel alles wel samen. Maar dan kom je ook het podium af. Maar we hadden die dag net iets gehad waarvan je denkt... ja was net iemand overleden toen wij in onze, in onze crew. En dan denk je: ja, moet dat ook weer vandaag precies, weet je wel? Of, 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 uh, dat, dat, dat geeft toch een klein beetje een, een, een domper. Uh, en, en daarnaast geeft het ook weer gelijk van: ja, dat is wat het is. Dus uh, dat is het leven. Het is dus ups en downs. En ja. uh, dat is ook eigenlijk waarom ik denk dat Rollercoaster gewoon zo'n uh, hit is geworden als het is. Ik heb gewoon beschreven in het liedje. Ja, hoe mijn leven gaat. En dat is aan de ene kant heel tof en aan de andere kant is het gewoon heel vaak heel kut. En uh, ja, en dat heb, maar dat heeft dus iedereen. Uh, en dat, weet ik, dat realiseer ik me ook wel, alleen niet toen ik het liedje schreef. Ik schreef het samen met Mercy John. En uh, ja, en mijn teksten schrijf ik alleen. Ja. ja. Ja, iedereen kan zich daarin herkennen. Het leven gaat met ups en met downs. Wat uh, je zegt net, ja, uh, soms is mijn leven ook gewoon helemaal kut. Waar doe je dan op? Wat is er uh, kut in jouw leven? Nou, er gaan heel veel mensen dood. Er gingen heel veel mensen dood in mijn leven vroeg, weet je wel. Mijn moeder overleed op mijn 24ste. Een van mijn beste vrienden sprong een jaar later voor de trein. Uh, dus het, dat, dat ging allemaal zo door. Daarna uh, denk je van, oh, het gaat nu even goed en dan uh, gaat het wel weer even kut. Of uh, het gaat financieel heel slecht. Of je. Uh, ja, weet je wel, het, is, het lijkt alsof het een hele strijd is altijd. Um, en net op het moment dat je denkt: oh, nu gaan we lekker, gebeurt er weer iets waarvan je denkt: ja, godverdamme, daar zat ik nou echt niet op te wachten. Meestal gaat er iemand dood. Ja. Dus uh, dat, dat is wat het is. En, en dan moet je ook, uh, ja, daar kan je heel lang bij stilstaan en, uh, of niet. Ik heb bij de dood van moeder best wel lang uh, last van gehad. Uh, maar dat komt omdat je, als je gewoon iets jonger bent... dan kan je dat misschien minder een plek ja. geven. En, en mijn vader overleed drie jaar geleden. En dat, dat kon ik een stuk beter handelen. En, en ho hoe verwerk jij als mensen doodgaan? En, en welke rol speelt muziek daarin? Nou, toen mijn moeder overleed... toen dacht ik gewoon, ik ga gewoon lekker drinken. Dat, het werkte heel goed. <laughs> dat verdoofde ja, heel lang. Ja, precies. Alleen op een gegeven moment moet je daar ook weer mee stoppen. Omdat het sneu wordt anders, ja. weet je wel. En dat, dat, die balans is wel moeilijk. Uh, ja, je wordt gebeld dat ja. de AFAS uitverkocht is, waarschijnlijk. Mag ik uh, deze heel even pakken. Even pauze. Stoppen? Ja, zeker. Hallo, mijn Denny. Hey, kerel, mag ik jou zo even terugbellen? Want ik zit net in een interview. Vind je dat goed? Ik bel je zo terug. Dank je. Yo, Joe. Oi, oi. Sorry. Mijn, uh, mijn huis wordt gestukeld door aan de buitenkant, uh. omdat het uh, een oud huis is en ik heb geen isolatie. Dus ik krijg isolatie nu. In de dat hek, ja. Kijk, het is een stukje duurzaamheid. Fiets je ook gewoon ja, nog even ja, het interview ja, in? Ja, ja, nou, ik vind het ja. wel belangrijk, ja, ook absoluut. voor mezelf, want is, uh, ja, het is heel koud in huis soms. Ja. <laughs> <laughs> en, en, en de herfst komt er weer aan. Ja, ja maar, precies. Sorry, je vraag was, dat geeft het geeft ook niet. Ja, vind dat was, ook. Was, Ja, nee, dat stopt. Dit laten we gewoon lekker erin. Ja, ja. toch? Ja, rauwe, uh, rauw media. Dat nee, vind ik ook. Ja. Ik vind dat uh, dingen. Ik, moet, ik had mijn telefoon ook op stil gezet, maar ik weet ook niet waarom ik hem nou pak. Ja, dat pak ik net. Ik dacht anders blijft hij zoomen. Nou, nou, wel eigenlijk het nummer van je klusjesman even opslaan in je telefoon straks, natuurlijk. Ja, ja, even kijken. Nee, maar je vroeg waarom. Maar uh, oh ja, hoe, uh, hoe je, je ging drinken toen je moeder overleed. Ja, en, ja, en ik vroeg ja. ook welke rol dan muziek uh, bij jou speelt. Nou, als ja, je... bij mij werkt muziek gewoon wel heel erg. Als ik ergens mee zit of ergens iets frustreert mij, dan schrijf ik dat wel van me af. Ik heb een liedje geschreven over. Ik vond echt dat er te weinig liefde in de wereld was, weet je wel. Ik keek echt naar het nieuws en op een gegeven moment zit dat dan wel. Oh, man, je wordt. Je zit je in de auto en ik kom wel eens heel vaak bij de ik kom de tijd veel bij de radio, de laatste paar jaar, en ik vroeg me altijd af waarom het nieuws twee keer per uur is. En waarom wij altijd worden bestookt met negatief nieuws. Dat als je s'avonds op tv zit, dat het acht uur journaal begint en dat het alleen maar ellende is. Ja. En waarom er nooit wordt gezegd jongens, vandaag is er echt werkelijk waar geen kut gebeurt. Of in ieder geval er is wel wat gebeurd, maar niet dat, wat, wat jullie echt direct, weet je wel, we kunnen nu wel zeggen dat er dat heb ik een keer op de radio gehoord. Was er een meisje in India verkracht. Door vijf mannen. En daarna op zijn kop in een boom gehangen. Het is vreselijk, snap je? Maar ten eerste, waarom meld je het? Ten tweede, ja, in India wonen 1 miljard mensen. Dus logisch dat daar een paar fucking lijpjes tussen lopen, weet je wel. Er zijn 1 miljard mensen. Kijk, als je ziet over heel de wereld wonen er 7 miljard. Daar wonen al 1 miljard. Ja. ja, natuurlijk zitten daar een paar lijpo's tussen. Maar wat moet ik ermee? Ja, het, het, ik word er boos van. Maar ja, ik kan er niks aan doen. Dat die, ik kan er niet met een knokploeg naar India. Dat gaat niet. Dus waarom meld je het op mijn radio? Wat, wat hebben wij eraan om hier in Nederland te horen... Ja. dat dat gebeurd is? Dat is een soort negatief iets. Het, 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 voor wie het alleen vervelend is... is voor de familie van dat meisje. Ja. En voor de rest voor, heeft helemaal niemand er wat aan. Je kan er niks aan doen. We, we kunnen er ook geen mening over hebben. Ja, je kan er... Ja, dat is verschrikkelijk. En deze frustratie heb je in een liedje gestopt? Dat. En ook gewoon omdat ik op, op, op online zag... gewoon, weet je wel, op Facebook of op Twitter... Is het, iedereen heeft een hekel aan de wereld. En dat snap ik wel, want ik heb soms ook een hekel aan de wereld. Maar dat komt voornamelijk doordat iedereen zo'n hekel aan de wereld heeft. En dat een heleboel mensen deze wereld... gewoon naar zoiets brengen waarvan je denkt... jongens, zijn jullie helemaal fucking gek geworden? Waarom heb je het niet gewoon? Waarom moeten wij dit allemaal maar gewoon uh, pikken? Snap je? En dat vind ik heel erg uh, frustrerend. En toen dacht ik: weer, nou ja, fuck it. Weet je wel, ik sta de laatste tijd voor volle zalen. En toen nog niet helemaal, maar die waren groeiende. Laat ik gewoon een liedje schrijven om gewoon wat meer liefde. Uh, weet je wel, dan is dat een soort missie van me geworden. Voordat ik een soort pathetische bono ga worden. Uh, gaat het mij meer gewoon over een stukje. Het is ten eerste een knipoog. Het is ten tweede gewoon iets leuks. En je doet iets met z'n allen op dat moment ja. in die zaal. En het enige wat ik ervan hoop is dat dat het heet L.O.V.I. het liedje. En ik vraag bij het refrein. Ik doe het nu al een paar jaar. Het is het afsluiten van mijn van 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 show. Of iedereen tijdens het refrein met twee vingers in de lucht wil gaan staan. En wij merken nu gewoon, of ik merk nu al een paar jaar. dat waar, waar we ook staan. Op een gegeven moment staat 17.000 man op, bij festivals met een vinger in de lucht. En iedereen gaat mee. Met het peace zeg ja, maar. Ja, gewoon, weet je wel. Om, om, het gaat er meer gewoon over. We zien het allemaal. En wij brengen jullie de liefde. En ik hoop dat jullie de liefde terug naar ons brengen. En dan maken we hier gewoon één grote fucking bal van liefde van. En laten we dan gewoon... Oké, okay, fuck it, weet je wel. Ik zie heel vaak boze mannen in het publiek staan. En die ja, moeten nou echt met twee vingers in. Ik zeg meester, joh, je staat even voor lul. Ik je het voor rotte man. Het is gewoon nou, lachen. We staan met z'n allen voor lul. Je doet het en, met z'n allen. Ja. ja. En ik hoop gewoon dat, dat jullie naar huis gaan. En dat je de volgende dag denkt. Ja, godverdomme. Danny Vera met zijn gewoon gelul. En, maar ik moest er wel om lachen. Ja. En dat je er heel even aan terugdenkt. En dat je dan in plaats van dat je uh, bij de bakker of bij iets zagrijnig staat te zijn. En je denkt. Nou ja, fuck it ook. Weet je wel. Ja. Laat ik het laat ik een keer met een glimlach doen. En misschien geeft dat net een klein... Ik weet dat ik het verschil niet ga maken. Maar... Het is wel gewoon leuk om te doen. En het is een, ja. iets positiefs. In plaats van. Er is al genoeg negativiteit. En dat, daar, daar vecht je tegen als, als mensen. En op een of andere manier snap ik. Het is natuurlijk ook een soort iets waar mensen heel goed op gaan op negativiteit. Ja. Het is een soort verslaving. Nou, dat, dat, dat weten ze maar al te goed bij het nieuws en de kranten dat je de krant ja, ik begrijp er geen reet van ja. ik begrijp er geen reet van ik begrijp niet waarom er gewoon niet een avond is dat je zegt ja jongens echt een kut gebeurt vandaag. ja en morgen maar... kut weer <laughs> nou, dat is misschien ja morgen ja, lekker ja. weer dat is een bekende grap van Jerry Seinfeld die zegt van het verbaast me zo dat elke dag het nieuws van de wereld precies in de krant past dat Ja. Dat elke keer weer precies ja nou inderdaad ja. dat je denkt ja maar dat heb, dat vraag ik me al jaren af je kan toch je kan toch niet elke dag als je die krant open doet dat is precies die pagina's is. Nee, je hebt toch ook wel eens gewoon, ja, jongens. Ja, goed. Het, uh, ja, ze hebben Irak gebombardeerd. Of Irak gebombardeerd. En ja, in principe. Dat, dat verbaast me dus ook al. Hè? Gewoon, die, al die criminaliteit in Nederland, zeg maar van die grote criminelen, is entertainment geworden. Ik zie dus bij Boulevard, wat een entertainmentprogramma is. Hè? Dat is dus eigenlijk voor mensen zoals ik. Ja. Uh, over mij valt niet zoveel te praten. Maar ze kunnen dan over iemand anders zeggen. Oh, Sylvie Meis is weer afgevallen. Of ze is aangekomen. Of ze heeft een nieuwe vriend shownieuws. Ja, ja. Albert Verlinde heeft een nieuwe musical. Hij loopt voor geen molen Hij ja, gaat ja. hartstikke goed. Ja, dat ja. is shownieuws. Ja. Maar ik vind Holleder geen shownieuws. Toch? Je hebt het over een crimineel. Of tenminste, dat zeggen ze. Ze zeggen dat het een crimineel is. Nou, ik neem het aan, want ik zie het op televisie. Ik weet er helemaal voor de rest niks van af. Ja. Ik zie alleen dat al zijn familie boeken aan het schrijven is en er uh, verhalen over vertelt. En het wordt gepresenteerd als shownieuws. Maar als het echt een crimineel zou zijn, vind ik dat geen shownieuws. En vind ik niet dat het in zo'n programma moet. Zeker niet als het echt zo'n crimineel is als ze zeggen dat het is. En, dan, en nu zie ik het ook met, met, die, met die. Nou, wat ze nu zeggen: de mokko-mafia. Je ziet dat allemaal weer op het nieuws. Ja. Je ziet overal liquidaties. Ja. Net zoals over, over bijvoorbeeld Holleden. Dat is misschien een makkelijker iets omdat de man vast zit. En dat het meer gewoon tot de verbeelding spreekt bij heel veel mensen. Omdat er series en boeken over gemaakt zijn. Maar wat heb jij daar nou als burger mee te maken? Laten we zeggen dat het niet Holleder is, maar dat laten we gewoon zeggen. een drugsdealer in ja. het algemeen. Ja. Wanneer doet een drugsdealer wat? Ik, naar mijn inziens, als ik drugsdealer zou zijn. maak ik alleen andere drugsdealers af. Toch? Omdat ze aan mijn handel zitten, of dat iemand ja. aan mijn handel heeft gezeten, of dat iemand mij van mijn handel probeert te beroven, of dat iemand mij in de weg staat. Maar dat zijn altijd mensen die in dezelfde kringen. Ik heb nog, ik, volgens mij is Holleda, of in ieder geval een soort Holleda, gaat niet bij iemand naar binnen zomaar even in huis, in huis. Uh, ja, hij heeft Heineken ontvoerd en zo, dat soort dingen, weet je wel. Maar uh, ja, het, ik geloof wel dat het allemaal zo is, maar het is geen entertainment. Ja, dus jouw stelling is, jongens, laten we alleen nieuws presenteren als het echt relevant is om te weten. Ook voor mensen, weet je wel. Want ja, als er natuurlijk iemand wordt omgelegd in het. In het, in het weet je wel, wat, in het criminele circuit? Kijk, wat ik relevant vind is als er iemand met een Uzi ergens. Uh, een andere crimineel uh, omlegt, maar gewoon op klaarlichte dag. Uh, ja, dat vind ik nieuws, omdat. ja, er, er schiet iemand, weet je wel. In het openbaar. In ja. het openbaar. Maar ja, als er, ja het, het is zo'n raar iets dat het een soort. Ja, het is een soort entertainment geworden. Terwijl ik het helemaal geen entertainment vind. Ik, dat kan je op het nieuws laten zien, maar dat moet niet in. in, in, in ja, ik vind het een heel raar iets. Ja. Of heb jij dat niet? Nou, heel veel, uh, ik ben het met je eens. Um, maar heel veel mensen hebben die sensatiegelheid wel. Anders kwam dit niet zo vaak op tv. Want dit werkt, dit trekt kijkers. Ja, zo heb ik er nooit over nagedacht. Ja, dus als, 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 als uh, RT Boulevard dus weer over Holleden begint en ze zien de kijkcijfers stijgen. Dan denk ze zo, oh, nou, die aflevering gisteren die over geluk en uh, positiviteit ging, die werd minder goed bekeken. Maar als we het over Holleden hebben, dan uh, stijgen de kijkcijfers. Dus ja, blijkbaar vinden wij mensen dat heel fascinerend. Ja, maar dan moeten ze er ook eigenlijk niet over zeiken dat hier en daar mensen om worden geknald. Dat, 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 dat is dan de andere kant ervan. Zeg maar, je voedt het. Ja. Het, het voeden van negativiteit. Ja, ik vind het een heel kwalijke zaak, weet je wel. En aan de andere kant is het natuurlijk ook weer heel erg hypocriet voor mij. Want als heel de wereld um, alleen maar, weet je wel, bloemetjes... en iedereen uh, gewoon op zijn rug in het gras ligt... en uh, elkaar kusjes loopt te geven, heb ik ook niks meer om te schrijven. Ja, gelukkig heb je nog artiesten die uh, aan mensen vragen... om tijdens een refrein hun vingers in de lucht te doen... en dan uh, even een magisch moment ja, van, nou, van als positiviteit als, te creëren. Ja, maar als alles. artiest zijn is het natuurlijk ook, weet je wel... Dat zag je natuurlijk... Uh, ik, ik vond het wel fascinerend om te zien natuurlijk om uh, bijvoorbeeld de rap in, in Amerika. Omdat natuurlijk, weet je wel, je hebt daar zwart tegen wit. En dat is nog heel erg in... in weet je wel, je hebt natuurlijk nog best wel heel erg dat dat daar is. En uh, op een gegeven moment zit er natuurlijk wel een soort van zwarte president. Over hoe het dan met de rap ging. Weet je wel, want ze hebben natuurlijk heel vaak afgegeven op de Bush en al ja. dat soort dingen. Alleen nu... Zit er een, een zwarte president? En dan is, gaat het in één keer niet meer over, over wit en over zwart. En dan blijft het. Dan wordt het in één keer een heel moeilijk um, iets of zo. Snap je? Alleen dan gaat het nog steeds over, uh, over dat soort dingen. Ja, ik vind dat in Amerika, dat kan je niet vergelijken als in. in met, met hier of zo. Dat, dat is. heel raar, man. Een paar jaar geleden mocht daar nog iemand niet een bus in. Weet je wel? Nou ja, aan de andere kant, hier, 60 jaar geleden. Ja. Yeah. Liep iemand met een gele ster ik, op zijn jas? Ja. Dus ik blijf dat een heel raar iets vinden waarom mensen dat elkaar uh, blijven aandoen. Ik zie, ik, ik zie het verschil niet tussen nee, mensen. Nee. Ik zie wel een verschil. Ik zie wel of iemand uh, bruin is of zwart of geel of wat dan ook. Maar ik zie geen verschil in mens. Ik zie gewoon iemand ja, die heeft een baan. Meestal heeft iedereen gewoon een baan en een vrouw. En mannen willen gewoon graag. Van Bill en dat de vrouw niet zeurt. En die vrouw wil gewoon dat die man zijn onderbroek in de wasband gooit. En dat ja. hij gewoon met een beetje knaken thuis komt. En dat het liefst e wil zij ook nog een baan. E e en een kinderen. En een is... huis. En dat je luistert. En dus eigenlijk is iedereen wil gewoon hetzelfde. Ja. Hey, en dan <laughs> we gaan gewoon weer een heel hard bruggetje terug ja, naar, naar, naar jou. Het... Ja. Uh, want want we, hebben, we, we hebben nog eventjes, niet heel lang, maar wel nog een paar vragen. Heel ja, uh, veel, hè? Ja, nee, dat, dat is het concept. Okay. Dus dat is ideaal. Um, want die, tien jaar geleden, toen begon jij. Hier bij, bij Veronica Insight. wat toen voetbal international heet. Ja, het. vanwege het blad. Uh, en, en kun je eens de, de luisteraar meenemen in hoe jouw leven er toen uitzag? Want toen was je al dus ruim tien jaar bezig om, om, om van muziek uh, je, je werk te maken. Ja. En, en, en hoe ging dat? Nou, eigenlijk ging het in het begin heel goed. Weet je wel, ik zat op die Rock Academy, kreeg platencontract bij Universal. Huppakee, kreeg een plaat uit. Nou, die, die plaat die werd gelijk uh, topzong. En uh, ik stond uh, even later stond ik nummer 1 in Turkije. Ook heel raar. Dus uh, op je 24ste dagje, 25ste dagje, het gaat lekker. Ja, maar zo, zo lekker als het die eerste vier maanden ging, zo hard ging het daarna weer naar beneden. Weet je wel, ik ging even zo ploep en het ging eigenlijk heel snel. En ik werd niet uh, verlengd bij Universal, want ja, mijn, die Niels Albert werd ontslagen. Die kwam last in, first out, zo'n ja, regel. Ja. Sales vielen tegen, blablabla, bla, bla, je ligt eruit. Nou, prima, fair enough, weet je wel. Dat vind ik ook, ja. want je als je niet verkoopt, waarom... Uh, ja. Aan de andere kant vind ik het een beetje een soort kortzichtig uh, termijn. Heel veel bedrijven willen gewoon kortzichtig ja. snel geld verdienen, in plaats van dat je op de lange termijn denkt. Maar goed, dat, dat, dat vind ik prima. En toen heb ik zelf platen gemaakt. Nou, allemaal niet. Allemaal elke keer weer. Alles wat ik bij elkaar verdiend had, dan ging dat in een plaat. En uh, ging ik een plaat opnemen. En ja, dan lag heel mijn kelder weer vol met die dingen. Weet je wel? <laughs> en uh, eigenlijk was ik toen 32 ongeveer. En uh, er waren weer een heleboel mensen in ons uh, leven. Van mij en mijn vrouw Esja. Uh, waren overleden. En toen hadden we het een beetje gehad. Dus we moeten even gewoon gaan chillen. Dus we waren naar, uh, Kure, of, uh, naar Cuba gegaan. Met zo'n polsband. In een goedkope vakantie. We zaten daar op het strand. Een beetje bij te komen van het, het jaar. Van het gedoe, allemaal. En uh, toen zei ik: Van ja, schat, weet je. We leven toch maar één keer. Ik wil heel, eigenlijk wel heel graag nog één keer. Uh, ik heb een droom en ik wil gewoon graag in Nashville, uh, waar alle muziek vandaan komt die ik tof vind. Wil ik een plaat opnemen? En ik zeg: uh, Ik weet het, we hebben nog 8000 euro op de bankrekening staan. Voor uh, als de auto kapot gaat of de wasmachine of weet ik het wat. Maar uh, ja, die wil ik eigenlijk wel voor gaan gebruiken. <laughs> Hoe sta jij daar tegenover? Is, is dat eventueel uh, een optie? Nee, ze ja, fuck it, gewoon doen. Wauw. Dus, uh, uh, dus ik heb alle studios van Nashville toegegoogeld. Er waren een stuk of honderd. Uh, ik ben er bij twee uitgekomen op een gegeven moment die betaalbaar waren. En ik had er één die belde. Ik zeg, uh, kan dat? Hij zegt, ja, tuurlijk. Uh, ik zeg, hoeveel kost dat? Hij zegt, dat kost uh, 12.000 dollar. Ik zeg, ik heb er negen. Ik kan je daar ook wat voor doen? En ik zeg, ik wil niet met je onderhandelen hoor. Want het is, ik vind het ook een beetje, weet je, ik heb schaamrood op mijn kaak. Hè. Jij stelt je prijs. Hij zegt, nou, bij ons is het ook crisis. En uh, ik aanvaard je bod, want uh, we hebben het geld ook nodig. En uh, ja, hij zegt, ik, ik ga gewoon wat moois maken ja. voor je. En dat was negen puur voor de huur van de studio? Of voor negen, uh, met, met producers nee, en alles? Nee, hij, uh, hij was engineer. Ja. Een uh, slash producer en ikzelf ook producer. En uh, hij heeft gewoon al die uh, studiomuzikanten daar geregeld. Oh ja. Ja. Dus ik kwam aan dag één en er zat daar gewoon een heel team van mensen. Dat klaar. En uh, ik dacht, we gaan even koffie drinken en dingen doorspreken. En hij zegt: Kom, we gaan even naar de eerste demo luisteren. Van jou, ik had alles op demo gemaakt. Ja. En uh, ik kwam kwart voor negen de studio binnen en vijf voor negen waren we aan het opnemen. En uh, om zes uur s avonds stond helemaal plaat erop. Volgende dag uh, heb ik hem ingezongen dag daarna kwamen nog uh, koortjes. En de vierde dag hebben we hem gemixt. Wauw. Ja. En die plaat heette Pink Flamingo. En die Pink Flamingo, toen dacht ik van... Uh, ja, die moet rug... Ik moet een beetje bekendheid van iets of zo. En ik had Via Via gehoord en ook Via Mijn Vader. Want die stond een keer op een feestje met iemand aan... Hoe dat Johan Derksen mijn muziek leuk vond. En toen... Uh, Johan een mailtje gestuurd. In voorwoordje wilde schrijven, maar... Uh, het leek mij gewoon heel erg leuk als hij erop zou schrijven. Van, uh, omdat, weet je wel, hij stond bekend als uh, nog steeds als Knorrepot. Mm -hmm. Dus uh, dat je hem open doet, de cd, en dat er staat... Uh, zo, dat is een beetje zonde van je geld. Groet <laughs> Johan Derksen. <laughs> leek mij gewoon heel grappig. Yeah. Uh, yeah. Maar de, we hebben de, heel die, 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 uh, die um, opnameprocessen... We laten filmen door een vriend van mij. Yeah. En een andere vriend die uh, wilde dat weer in een documentairetje maken. En die zei van, ja, je moet het niet laten schrijven. Je moet het op camera laten zeggen. Dus op een gegeven moment zat Johan Derksen bij mij thuis... En, Stak hij me wat veren in de reet. En toen hadden we een CD en een DVD. En voor de rest niks. En ja, toen lag mijn kelder, dus weer vol met die bende. En een paar weken later krijg ik een mail van Johan uh, van uh, Wij gaan met voetbal uh, International gaan wij een tv-programma maken. We zaten eerst in de studio van Boulevard, maar we gaan het nu met het publiek maken. En uh, RTL wil er een band bij. En uh, ik heb gehoord dat ze een of ander uh, klote Dixieland orkest uh, willen neerzetten. Dus uh, ik wil het aan jou vragen. Want ik ga over de muziek. Heb ik in mijn contract laten vaststellen. Dus uh, of je dat wil doen. En uh, ik kan me heel goed voorstellen als je het niet wil doen. Maar je zou mij daar erg blij mee maken. Ah, ik weet nog dat ik uh, naar die mail kreeg. En dat ik met tranen in mijn ogen naar boven liep. Naar mijn vrouw. Ik zeg van. We mogen gewoon uh, een tv programma gaan doen. 32 uh, weken lang. Dat. En dat, is, uh, dat doe ik nu 10 jaar. <laughs> en, uh, ja. en ik kan me voorstellen dat je toen dacht van nou, dit kan me doorbraak worden. Ja. 32 keer op tv, uh, ja. de honderdduizenden kijkers. Ja, nou ja, ik d weet nog dat Van Velsen bij de, de Wereld Draait Door, die was en Die was in één klap, chak-boom. Uh, uh. Dus ik dacht, nou, dat gaat bij mij. Uh... Geef me twee, drie uitzendingen. En, uh... ja. ja, goed, uh, we zaten op RTL 7 en de kijkers uh, waren nog niet zo heel veel. Ja. En uh, ja, het betaalde ook geen hol, weet je wel. We kregen 750 euro voor uh, vijf man bent. En uh, daar zaten de reiskosten bij in. Dus wij reden vanuit het hele land naar hier. Uh, ja, woon dus dus woont, woont in, ik Middelburg. in Middelburg. Dus uh, ik hield er per dag misschien 25 euro of nog niet eens aan over. Maar ik denk, ja, dit, dit moet ik gewoon doen. En toen gingen we de zomer doen. En toen gingen ze een, een maand lang uh, uitzending maken. Vanuit uh, het koerhuis. En uh, daar werden we ook weer voor gevraagd. En uh, nou... Toen dacht ik, nou ik neem er nog twee blazers mee af en toe. Want dan uh, profileer ik mezelf helemaal goed. Ja. En dat was nog steeds voor die, uh, voor die 750 euro. Dus wij reden 35 keer heen en weer vanuit uh, Middelburg naar Scheveningen. Voor twee uitzendingen op een dag. Uh, we hebben uiteindelijk een bonus gekregen. Omdat het, we hadden op een gegeven moment een miljoen uh, kijkers elke dag. Omdat Nederland zelf het al zo goed deed. Omdat dit programma ook een hype werd. Ja. En uh, toen uh, werd ik daarna teruggevraagd voor de maandag en de vrijdag. En toen... Ging het garage een beetje omhoog. En toen uh, ja, hadden we gewoon een inkomen uh, ja. voor twee dagen in de week werken. En dat, dat, dat gaf natuurlijk al een basis uh, ja. wat heel fijn was. En ik, ik kwam dit voor jou als geroepen echt op het juiste moment? Want je, ja, zei, want je ik kelder had, lag vol met Pink Flamingo. Dat niet alleen, maar ik had ja. ook werk. Zeg maar. Ik was ook airbrusher, deed ik een paar dagen in de week. Ja. En dat, dat viel net op het moment dat mijn uh, toenmalige baas tegen mij zei. Ja, dat, ik heb geen werk meer. Ik heb niet zoveel meer werk voor je. Kwam dit. Dus ja, ik ging gelijk van de ene naar de ja. andere door. En uh, het is nog heel heel lang sappelig geweest, hoor. Want uh, ja. ja, je moet overal naartoe. Ik heb elk jaar een andere auto gekocht, gewoon omdat ik allemaal van die klote auto's had. En ja. elk jaar alles wat ik verdiende, dan stopten we dan weer in die auto. Dus elk jaar kocht ik een duurdere auto, gewoon ja. omdat ja, in Nederland is het heel erg belangrijk als muzikant dat je een auto hebt. Weet je wel? Ik heb liever iemand in mijn band die een, een goede auto heeft. In plaats van... Uh, uh, ja, weet je wel? Een gitaar kan ik wel voor je regelen. Ja. Hebben, die die we, heb ik er zelf heel veel van. Uh, wat ik hierin hoor. En ook wat je, wat je eigenlijk het hele uur al zegt. Is dat, dat het lijkt alsof je heel duidelijk keuzes maakt. Ja, ja, trouw aan jezelf eigenlijk. Dat je niet zo snel als iets verleidelijk is. Uh, maar niet bij jou past. Dan doe je het niet zo snel nee. volgens mij. Nee, moet je het ook niet doen. Ik denk... Dat, want dat gaat altijd tegenstaan. Weet je wel. En als iets tegen gaat staan, dan ben je straks iets aan het doen wat je niet leuk vindt. En als je iets niet leuk vindt, dan straalt dat op je uit. En dat werkt je eigen succes ja. uh, tegen. Ja, en zo'n kans, als, als bij, bij ja, wat nu dan Veronica aan site is. Zie je dat als geluk? Uh... Ik, ik, maar, ja, natuurlijk. Want ik geloof. Maar ik geloof er heilig in dat je geluk, doorzettingsvermogen en talent moet hebben. En als je alleen talent hebt, kom je er niet. Want als jij de allerbeste zanger ter wereld bent, maar je hebt. Ja, je, je zit op je bank thuis en je denkt van ja, ik ga nergens naartoe, blijf je daar altijd zitten. En met alleen doorzettingsvermogen en als je helemaal niks kan, ja, dat schiet ook niet op. Want je kan wel elke keer zeggen, ja, ik word zanger. Maar ja, als je alle, alle dakpannen van het dak afzinkt, dat werkt ook niet. En met alleen geluk kom je er ook niet. Want als iemand ja, alleen, als je van de ene mazzel naar de andere mazzel, ja, mensen toch zien van ja, het is het niet helemaal. Maar als je die drie, ik vergelijk het altijd met kunstmest, snap je? Als je deze drie in een bepaalde vorm bij elkaar hebt, dan kan het exploderen. Net zoals kunstmest. Ja. Kunstmest kan ook exploderen in de juiste. Dus een poeier, je gooit het in de lucht en je houdt er aansteken bij. Als het te veel is, gebeurt er niks. Als het te weinig is, gebeurt er niks. Maar als het in de juiste verhouding is met zuurstof, dan krijg je een enorme explosie. En hoe is dat bij jou, die verhouding, voor jouw gevoel, dorstingsvermogen, talent en geluk? Ik denk dat het nu al gewoon. Uh, Nou ja, ja, het heeft meer gewoon. Het, 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 dat, het heeft natuurlijk meer te maken met periodes in je leven. Snap je? Kijk, als ik Johan geen mail stuur, dan word ik niet gevraagd voor dit programma. Um, als ik niet op mijn 24ste geld investeer in demos, oh. en die overal naar alle platenmaatschappijen rondstuur. Krijg ik niet iemand die, het, weet je wel? Dus je bent altijd voor, verantwoordelijk voor je eigen succes. Alleen, ik vind als iemand jou dus door dat doorzendingsvermogen en je talent dwing je geluk af. Niet dat je geluk, weet je wel, want dat krijg je wel, je krijgt wel in je schoot geworpen. Maar als jij niet daar gebruik van maakt of je pakt niet, je zorgt er niet voor dat je ook geluk ja. kan krijgen, ja, ja het, het komt altijd door jezelf. Ja, dus je kan stellen, als jij heb je 24ste deal krijgt. Bij Universal of bij iets wat een laat Universal is geworden. Dan uh, kan je zeggen. Wat heeft die Denny Vera aan geluk gehad. Maar je kan ook zeggen. Ja, als ik 100 demo's verstuur naar 100 platenmaatschappijen. Is de kans er ook wel aanwezig dat er misschien eentje hapt. Toch? Ja. En heel kritisch op jezelf blijven. Gewoon alles wat je maakt. Moet je gewoon kijken. Vind je het zelf wel goed? Ja. En als je het zelf goed vindt. Dan moet je het misschien wel aan anderen laten horen. Ja. Ik heb nu heel vaak mensen. Dat, ja. Weet je ja, Ik maak ook muziek. Ja. Ja, je moet wel kritisch naar jezelf zijn. Ja. Weet je wel? Je moet dan wel eerst of gitaar leren spelen. Of gewoon jezelf vergelijken met iets. Ik vergelijk mezelf altijd nog steeds met Elvis. Misschien dat ik daarom altijd nog steeds op het podium sta. Dat ik, ik weet niet, wat mensen wel leuk vinden. Ik, ik vergelijk me niet met Elvis omdat ik wil hetzelfde haar heb. Kijk, dit haar heb ik om mijn dertiende zo gekampt. Daar heb ik niks meer aan gedaan. Je, je Denk, pas Sinds die niet meer aangeraakt? Nee. Ja, ik laat het knippen af en toe. Ja. Eh, uh, zou je ook eens moeten doen? Deze grapje. Ja. is een inside grapje, omdat ik weet dat jij ja, gewoon net ja, ja. een uh, sms van je kapper kreeg. Precies, dat voor het tijd. interview van ja. Thijs. Beter over een half uur. Ja. In ieder geval ja. heeft het mee te maken... Um, uh, wat zei ik nou? Um, even denken hoor. Ja, hoe kwamen wij... Uh, dat je jezelf vergelijkt met Elvis Presley. Ja, nou, niet vanwege mijn haar of vanwege dat ik zijn muziek wil maken. Of dat ik zo als Elvis wil zijn. Allemaal niet. Maar in mijn ogen is hij de beste. Snap je? Dus ik probeer me altijd te vergelijken naar hem. Van, uh, ja, daar ben ik dus nog lang niet. Snap je? Dus ja. ik heb altijd verbeterpunten. Omdat, ja, het is nog lang niet dat. En dat bedoel ik niet van... Uh, of vergelijk met Sinatra of iets weet je wel. Als je jezelf vergelijkt met de allerbeste, dan kan je jezelf daaraan optrekken. Want dan weet je gewoon van, ja, wat ik nou gedaan heb is nog niet dit. Dan is er dus ruimte voor verbetering. En, en waar zit dan de balans tussen van, oké, okay, ik ben daar nog niet. Of je zegt ook, okay, ik ben heel kritisch op mezelf. Na een optreden weet ik meteen al mijn fouten. Dus waar zit die balans tussen streven naar meer en beter, maar ook gewoon genieten van wat je al hebt en wat je neerzet? Ja, dat is lastig. Dat is lastig. Gewoon omdat je ja. Ja, genieten is daar niet echt. Ja, de laatste tijd sta ik wel gewoon. Weet je wel, het, het interesseert me allemaal niet zo heel veel meer. En dan meer in de, in de vorm van. Um, juist positief. Weet je wel, dit is gewoon wat ik doe. En ik hoop dat je het leuk vindt. En meer kan ik er niet van maken. Vroeger was ik meer bezig met van. Oh ja, weet je wel, wat, wat krampachtiger. En nu. Ik vind, het, ik vind het prima, weet je wel. Dat is ook net hetzelfde van... Ik vind het prettig om met de mensen om te gaan uh, waar ik mee werk. Dat moet fijn zijn. We hebben allemaal een fijne werksfeer. Uh, en dat, dat vind ik wel, wel belangrijk. Ook naar de mensen die voor het podium staan. Ik sta na afloop sta ik altijd met mensen te ahoeren. Um, ja, gewoon omdat... Ik, weet je wel, het is maar wat het is. Het is maar muziek, snap je. Het is maar gewoon iemand die op een podium een beetje gek staat te doen. Een gek pak. En die uh, liedjes stinkt. Ja. Zijn er, voor, en we gaan daarna afronden hoor, want ik wil niet dat je eten koud wordt. Nee. nee maar nee, nee. zijn er voor jouw gevoel veel artiesten die zich wel laten verleiden om. om want jij zegt, ik, 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 wat ik doe, daar komt het achter, daar geloof ik in, ik heb naar mijn zin. En als jij het tof vindt, leuk dat je het tof vindt. En als je het niet tof vindt, nou, dan vind je het niet tof. Dat hoor ik heel erg in jou. Zie je veel bij andere artiesten dat die zich wel laten verleiden om dus van hun pad af te gaan? Ja, natuurlijk. Ik denk dat het in Nederland wel meevalt. Maar er zijn natuurlijk wel een aantal artiesten. Er zijn, weet je wel, er zijn natuurlijk ook gewoon. Ja, weet je wel, er gebeuren in dit medialandschap wel hele rare dingen natuurlijk. Hè? Weet je wel. Ja, we horen de verhalen van dan. Vind ik een beetje gek. Ja. Ik vind je ook een beetje gek. Weet je wel, wat je ook voor excuses hebt aangebracht, wat je ook voor dingen hebt uh, gedaan. En ik, misschien ben ik niet de persoon die wat over iemand anders moet zeggen of zo. Weet je wel. Maar aan de andere kant, joh, wat ben je nou allemaal aan het doen man? Hé. Ga gewoon lekker met je gitaarmuziek maken en laat gewoon voor de rest. De boel, de boel. Doe niet zulke ja. gekke dingen. Weet je wel. Probeer niet zo krampachtig, uh, dat soort dingen. En probeer gewoon een leuke vent te zijn. Weet je wel. Dat, dat is het eigenlijk meer. Dan kom ik weer op dat Elvis. Weet je wel. Ik zie ook wel eens mensen die vinden het moeilijk of vervelend om met fans te praten of met wat dan ook. Ik keek films en video's van Elvis en ik zag dat die man altijd aardig was tegen de mensen die voor zijn podium stonden. En ik denk, ja, natuurlijk. Dat is ook logisch. Want dankzij die mensen sta je al op het podium. Dus waarom zou jij. Ik begrijp helemaal niks van arrogante teringartiesten. Ik heb vroeger ook wel eens gehad dat ik naar iemand toe ging en dat die zei, nou, daar heb ik nou geen tijd voor. Dan, denk, joh, flikker op, joh. Wie, wie denk jij dan dat je bent? Toch? Waarom zou je onaardig zijn tegen iemand? Als iemand zegt. Hey, als iemand een compliment. Wil. Compliment accepteren is lastig hoor. Als iemand naast je staat en die staat de hele tijd ver in je reet... steken, word ik ook ongemakkelijk van. Dus dat hoef je ook niet ja, te doen. Ja. Maar ik kan gewoon zeggen. Pik hey, heb een leuke avond gehad en. Uh, Fucking leuk man. Dankjewel. Meer, meer, meer hoeft niet. Of... Mm -hmm. Maar ja, je moet... Ik hou gewoon voornamelijk dat mensen normaal doen. Gewoon maak een grapje. Dat is leuk. Gedraag je. Weet je wel. Uh, doe geen gekke dingen. Doe dan. Dat <laughs> ja. hoeft allemaal niet. Ja. Weet je wel. Uh... Betaal je mensen goed. Of in ieder geval probeer. Ik be, probeer het weet je wel, ik zal heus wel ook wel ergens steken laten vallen. Want dat gaat niet anders. Nu gaat het best wel hard en het komt best wel veel af je af. Ik heb geen management. Doe het samen met mijn vrouw. Wil per se geen management. Omdat ik het altijd gek vind. Weet je wel? Ik ben een man van 42. Ik kan echt heus wel zelf mijn beslissingen maken. over wat ik wel en leuk niet. En dat soort dingen vind. Maar dat schijnheilige gelul hou ik gewoon niet ja. van. Ja, ik denk dat heel veel artiesten die. Die willen gewoon supergraag succes. En die en die. Maar waarom? staren zich daarop blind. Ik begrijp niet ja, zo goed waarom je een succes hebt. Nou ja, ja, die willen die erkenning, die willen hebben een stukje bewijsdrang. Het is natuurlijk ook een stukje: het is mijn passie, het is mijn droom. En daar He? vergeten ze misschien. Ik heb dat nooit gehad. Iedereen dacht dat, dat, dat ik het had. Maar omdat ik er zo uitzie, als ik zie, weet je wel. ja, ik heb gewoon een klein beetje gekke smaak in, in haar en snor en pak. En de laatste tijd gaat het heel goed. Vroeger maakte mijn moeder mijn pak en liep wat meer voor lul. Maar ik, ik, ik weet nog zo goed dat ik, dat ik interviews gaf aan regionale klotenkrantjes en dat er dan stond: Danny Vera wil beroemd worden. Maar waar in dat hele fucking interview heb ik dat dan gezegd, vriend? Nooit. Heb ik nooit gezegd. Ik heb gezegd: ik wil leven van de muziek. Ja. Dat is heel wat anders. Ja. En ik wil goed leven van de muziek. Dus op een gegeven moment ben ik ook wel klaar van klotenbar naar klotenbar. Ja. En weet je wel dat ik sta te spelen en dat iedereen doorheen naar dat ben je wel beu, snap je? Uh, dus daar probeer je uit die cirkel te gaan. Dus je probeert hogerop ja. te komen. Niet omdat er zoveel mensen aan mijn, aan mijn reet kunnen likken dan. Maar meer gewoon omdat ik iets kan doen wat ik leuk vind. Ik, nou, volgens mij kan ik het ook best wel goed. Uh, en ik vind het leuk om te doen. En, en ik heb er te voor over om dat te doen. Ja. Maar ik, ik hou helemaal niet van dat mensen op een voetstuk worden geplaatst. Ik snap al helemaal niks van het koningshuis. Ik snap al helemaal niks van als mensen anders tegen elkaar gaan doen. Daar begrijp ik niks van. Ja. Ik, ik, het is een heel raar iets. Ja. En dan t, tot slot, um, wat ik heel interessant vind, is, is in hoeverre iemand succes nodig heeft om gelukkig te kunnen zijn. Ja. En um, geniet jij, kan je nu meer genieten van muziek en van je leven omdat je er ook succesvol mee bent? Dus in hoeverre heb ja. je op die manier succes nodig om te genieten? Nou kijk, alles in, je leeft natuurlijk in een kapitalistische wereld. Heel simpel. En je woont hier in het Westen en eh, zonder geld is het gewoon niet leuk. Weet je wel, of in ieder geval, ik kan makkelijk zonder geld. Maar dan moet je in een ander klimaat leven. Weet je wel, dan moet je minder hebben. Kijk, hier in het Westen moeten wij allemaal een grote televisie hebben of iets dergelijks. Omdat je gewoon niet buiten kan zitten. Ik zit liever buiten op het strand. Weet ja. je, niks doen. Maar ik woon nou eenmaal hier. Dus ik heb me hier aangepast aan hoe het leven hier gaat. En eh, ik hoef geen miljonair te zijn of iets dergelijks. Maar. Ik heb in het verleden geld zorgen gehad. En dat is echt vervelend. Dus ik weet hoe mensen zitten als je geld zorgen hebt. Dat is echt heel kut. Ik probeer bewust mijn. En als je geldzorgen hebt, dan kom je niet naar een concert van Denny Vera. Maar ook al heb je iets wat minder te besteden, probeer ik mijn kaartverkoop of mijn kaartjes zo laag mogelijk te houden. Omdat ik vind dat het voor iedereen moet zijn. Ja. En niet voor een bepaald publiek. Maar dat is het moeilijke ervan. Uh, je, je, succes is fijn. Waarom? Je hebt meer geld. Je hebt minder zorgen. Uh, en doordat het nu zo goed gaat, is het, valt er een soort. Vroeger probeerde ik alle, weet je wel, dan moest ik alle radiostations af. Ja. En nu hoef ik alleen maar te zeggen. Ja, jongens, uh, dit is wat ik doe. Ik heb het op mijn manier bereikt. Dus of je mijn plaat nou wel of niet draait, interesseer me kloten. En op dat moment <laughs> komt rollercoaster op de radio, weet je wel. Ook ja. gewoon vanuit het niets. Dus als ja. het rare als je zegt van jongens, ja, het, het, werkelijk waar. Het interesseert me geen reet wat jullie doen. Ik doe dit. Schijnbaar ja. vinden mensen het leuk. Dus dat, dat is het. Het werkt aan twee kanten. Weet je wel, het is fijn om succes te hebben en ook gewoon een, een, wat minder uh, financiële zorgen. Dus ja. die zijn voorbij. Um, maar dat is, dat is niet de reden waarom nee. je dit doet. En, en toch nog steeds afdingen natuurlijk. Op gitaren. Ja, natuurlijk. Ja. Ik, koop, ik koop dus nooit ja, een gitaar op... boven de 1600 euro. Oh, echt? Ja. Als al oh, jouw, jouw gitaren ja. live in de studio. Ja, wow. ja. Ik, ik ga nog één, één kijkersvraag erbij pakken. Dat heb ik beloofd. Ik vind en het goed? Dan, uh, Is de vieze? Dat gaan ja. we... Mijn volgers kennende. Weet ja, je, ja, nooit. Een hele ranzige. Ja. Zo. Nou, ik, ik, ik heb wel eens Kim Holland geïnterviewd. Die niet uit Apeldoorn. Wel... <laughs> Thanks, Nanny, Heb jij last van? Ja. <laughs> Iets heel ranzigs, ja. Ja, zegt Danny. Mijn man wil graag... Puntje, puntje, puntje. Ja, mijn man en, vrouw, mijn man en ik zouden het heel la, leuk vinden... als je een keer lang zou komen. <laughs> Wij zitten in, altijd in sauna Diana. Precies. We zien je graag vrijdagavond. De uh, kleed nou, in de leer. Uh, Hendrik zegt... Ik heb geen vraag, maar wel een opmerking. Leuke vriendin. uitroepteken nou erop teken. Oude uh, vieze Ja, precies. Die, uh, nou, dus, uh, een compliment aan Esja Dankjewel Hendrik. <laughs> ja. um, en dan heb ik... Van de P, zij zegt... Oh, ze heeft het in twee berichtjes geplakt. Hoe blijf je jezelf in het maken van jouw muziek? Je komt over... alsof je je niet gek laat maken... door anderen. Nou, dat heb ik dus net gezegd. Ja. Ik maak alleen muziek... voor mezelf. En als ik een liedje maak... of wat ik dus prongelijk maak... weet je wel... Ik probeer me nergens in te laten lijnen. Ik, ik, het enige wat ik, wat ik het allerbelangrijkste bij de muziek vind, is als ik het zelf maar mooi vind. En natuurlijk, als ik een plaat af heb, denk ik van ja, die had al beter gekund. Of jammer dat ik dat liedje heb opgenomen, want dat was geen liedje voor mij. Ik heb het wel geschreven, maar ik vond het niet goed. Meer in het verleden, weet je wel, toen gooide ik alles op een plaat. Als ik, als ik 12, 14 liedjes had, nam ik ze op. Nu. Uh, nu wil ik echt nog beter. Gewoon. En ik wil gewoon iets schrijven wat ik zelf mooi vind. En gelukkig de laatste tijd vinden andere mensen het ook leuk. Dus dat maakt mijn uh, baan een stuk leuker. Omdat ja. het is echt gewoon ja. veel leuker als je voor volle uitverkochte zalen ja. staat dan voor 60 man. Ja, dus je kunt wel stellen dat je nu meer geniet dan vijf jaar geleden van het maken van muziek. Nou, het maken niet. Het maken niet. Het, 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 het leven wel. Het leven... Wel, nou ja, goed. Op een gegeven moment er hangt natuurlijk ook best wel veel frustratie. Ja, gewoon je wil ergens, je wil gewoon graag spelen en dat mag niet. Dat is gek. Ja. En, en als je dan ergens mag spelen, dan staan bijvoorbeeld mensen doorheen te ouwen. Ik doe dus ook bijvoorbeeld geen bedrijfsfeest of wat dan ook. Oh ja. Gewoon meer omdat het, dat ik denk van ja, je kan daar een korte tijd veel geld mee verdienen, maar ik, ik word daar zo treurig van. Of snabbels Ik zie wel eens van die artiesten staan, ze snabbel ergens en niemand staat te luisteren. Nou, oké, okay, ja, je tikt tien ruggen misschien <laughs> af, maar nee, dat mag geen. Tot slot de, de luisteraar die ook zijn of haar dromen wil realiseren, die ook van, van zijn of haar hobby beroep wil maken. Ja. Wat, wat is jouw slotwijsheid aan, uh, aan kijkers of luisteraars? Nou, wat ik zeg, ja, weet je wel, wees wel kritisch op jezelf. Want je kan wel iets willen worden, maar kijk wel gewoon naar jezelf of het erin zit. Maar meestal, als je iets heel graag wil, kan je het ook wel bereiken. En ja, je moet er wel voor gaan. Alles wijkt wel voor dat doel. Dus ja, en, je, en dan moet je reëel naar jezelf zijn: van, is dat haalbaar? Ja. Weet je wel? Wil jij die stap maken? Wil jij dat laatste geld wat je hebt daar? Of de laatste moeite? Of wil je dat investeren? Ja. En dan is het nog niet uh, gezegd dat je het gaat halen. Maar als je iets. Mij lijkt het gewoon, als je iets graag wil doen. En je denkt van, dat is gewoon de bestemming van mijn leven. Ga dat gewoon doen. Weet je wel, fuck it. En kijk wel waar het schip strandt. En zorg gewoon dat je niet. Te ver in financiële problemen komt in dit, ja, in ja, dit ja. kapitalistische land. Ja, dat is het. Gek. Dank nou, je wel. Oh. handen ja, hand hand ook goed. Hand ja, bam. 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 Awkward. <laughs> Yes, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering met Danny Vera. Um, ik mag een aantal gesigneerde platen weggeven. Drie stuks. Ik probeer nu, als je op YouTube kijkt, met mijn vingers drie stuks na te doen. Uh, drie van zijn uh, platen gesigneerd. En wel door Danny himself. Dat is een fucking vette winactie. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is te gaan naar thijslinhthout.nl/slash Danny. d -N -N En uh, dan ben je wellicht één van de gelukkige winnaars. Um, en anders, wil je meer inspiratie? Check. Ik wil www.geluk.nl daar download je gratis mijn e-book. Je kunt ook gaan naar ikwilpodcast.nl als jij uh, meer wilt weten over hoe je zelf een podcast kunt starten en kunt lanceren. Uh, je kunt mij volgen op Instagram Thijs Lindhout. Uh, ik ben daar heel erg actief, dus wil je elke dag een beetje humor en een beetje inspiratie op je telefoon, check mij dan op Instagram. En tot slot, ja, de tour van Danny is uitverkocht. Voor mijn tour zijn nog tickets beschikbaar. In elk geval voor negen van de twaalf shows zijn nog tickets beschikbaar um, die in Amsterdam, in Soet meer en in Doetinchem zijn uitverkocht. Maar bijvoorbeeld voor het Beatrix Theater in Utrecht zijn nog tickets. Dus check daarvoor thijslindhout.nl Dan gaan we elkaar zien en anders gewoon tot volgende week. Leef intens!